Waarom stress goed voor je is als je goed voor jezelf zorgt. Waarom stress goed voor je is als je goed voor jezelf zorgt. Ja, je moet hem echt even een paar keer lezen. Nou ja, het boek zou ik lezen. Maar het, het moment dat je realiseert, ja, stress. misschien is dat helemaal niet zo gek. Uh, nou, ik ben wel gelijk benieuwd, Timo. Welkom. Dankjewel. Timo Hans, hij is de schrijver van dit boek. Een bestseller, zo mag ik het noemen: Stress is een kunst. Weet je nog wanneer jij zelf eigenlijk tot die conclusie kwam? Want het is wel bijna een soort inzicht dat je denkt... ja, als je het zo bekijkt... dan, uh, dan is het helemaal niet zo erg als dat het wordt gemaakt. Nee. Nou, dat inzicht kwam um, tijdens een TED-talk. Dus um, ik had al langer een eigen opleiding. Ademhaling, voeding, slaap. Weet je, gewoon allemaal hele toffe en belangrijke onderwerpen. Ja, ja. Nou, wel de basics, ja. Ja, en, en bij stress liep ik... Liep ik altijd ergens tegen aan, zo van het ging altijd over stress is negatief, terwijl al die anderen hebben allemaal iets positiefs in zich, yeah. en uh, ja, dat was toch een beetje, toch een beetje strukkelen voelde het een beetje onaf. En toen kwam daar een TED Talk, uh, professor McGonagall, en ja, jeetje, man, uh, daar ging het voor het eerst over dat ook langdurige stress heel goed kan zijn, en dat had ik zelf ook niet per se altijd al zo ervaren, dat uh, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Hm. Um, boek gekocht, gelezen. Dat is sterkte door stress. En, uh, uh, ja, dat is, uh, ja. Dat is uh, sterkte ja. door stress. Uh, dat is de uh, Nederlandse variant, inderdaad. De Engelse variant is The Upside of Stress. En uh, ja, toen dacht ik: oké, okay, leuk, maar wat betekent dat in de praktijk? Want zo heel praktisch vond ik het boek niet. Nou, ja, research, lezen, et cetera, et cetera, et cetera. En dan ga je dat doseren en dan ga je dat leven. En ik denk zo, twee, drie jaar na het lezen van dat boek en het uitvigileren daarvan, dat ik, dat ik stress echt als positief ja, ja. Uh, kon zien. Ja. ja. Nee, wat uh, mooi dat het dan gewoon ook gewoon voor jou gewoon een, een, een boek geweest is. En je was notabene wel al bezig met de materie, goed voor jezelf zorgen. Dus waarschijnlijk ook van de stempel, uh, want het is hier vaak aan tafel gezegd, dat stress, nou ja, dat mensen daar ziek van worden en zo. Uh, dus dat, dat leefde jij dan ook wel ervoor een beetje. Nou ja, dat was zelfs wat ik ook wel inderdaad doseerde. En, en als mensen mij daarna vroegen, dan zei ik... Hè, kortdurige stress is goed, uh, ja, langdurige stress ja. is slecht. Sorry, nou, er komt ja. altijd de, de koude douche. Uh, is, is daarom goed, onder andere. Ja. ja, precies. En toch is het nu 180 graden de andere kant ja. op. Ja, ja, en is dat echt een... Uh, het is, het is echt een doorbraak voor de opleiding die ik heb. Het is een doorbraak voor mezelf als spreker, als mens nog veel meer. Maar dat is altijd... Mijn, ja, 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 ja. Mijn, daar, daarin is mijn eigen waarde altijd het hoogste wat dat betreft. <laughs> uh, maar nu, nu klopt het. En nu is het een, um, een veel passender antwoord op alle prikkels en alle ballen die we hoog houden in de maatschappij. Dat is het vooral. Ja, ja nee precies. Want je, bedoel, in de basis snap je natuurlijk nog heus wel waar het vandaan komt. En waarom mensen zeggen dat stress slecht voor je is. Zeker. Uh, omdat uh, daar komt natuurlijk ook waarom stress goed voor je is, als je goed voor jezelf zorgt, uh, nog steeds wel erbij. Maar laat ik even naar het begin gaan, want dit is al wel echt even een goeie. Uh, veel mensen denken dat ze uh, veel stress hebben omdat ze weinig geslapen hebben. En jij zegt. Nee, nee, zeg andersom. Ik, ik zeg gewoon andersom. <laughs> ik denk, nee, dat is precies wat jij zegt. Nee, oké. Okay. Dus veel mensen zeggen, uh, ik ben zo uh, gestrest. En daardoor slaap ik slecht. Precies. Ja. En daardoor, precies, en daardoor slaap ik slecht. Zeg. Maar jij zegt dus, nee, je slaapt slecht en dus heb je veel stress. Ja, en ze kunnen beide. Ja, nee. Daar uh, ben ik me heel goed van, van bewust, ja. maar het loont heel erg om naar die laatste te kijken. Dat loont enorm. En waarom dat zo is, um, ik zie veel in het bedrijfsleven. Um, ik coach veel uh, fysiotherapeuten. Ik leid veel psychologen op en dat soort mensen. En op het moment dat jij binnenkomt en je zegt: Oh, ik heb al zoveel stress en ik slaap zo slecht. En dan koppel die twee gewoon één in één aan elkaar. Dan is het volgende advies wat ik jou alleen maar kan geven: pro Probeer minder te stressen, meer te ontspannen. Ja. Ja? En uh, dan zeg ik: uh, Ga wat meer de natuur in en uh, doe dit en doe zus. En dan zeg jij: Ja, maar. Ik ervaar juist nu zoveel stress, dat is zo moeilijk om te doen. En meestal komt het daar ook niet van. Als fysiotherapeut ook, heb ik jarenlang begeleid en mens, mensen komen gewoon niet verder. En het is ook gewoon echt heel erg waar dat als je slecht slaapt. Je veel gestrester wordt. Dus je kunt op voorhand nooit zeggen welke van de twee het is. Nee. Maar het is dus heel vaak zo. Hè? Bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, een foutieve ademhaling, een verkeerd bioritme, dat zijn allemaal hele dominante factoren waardoor je heel slecht kan gaan slapen. En wat zijn dan vervolgens de symptomen van dat slechtere slapen, al binnen een week of binnen maanden, uh, dat je minder gefocust bent, dat je lager in je energie zit, dat je meer zelfkritiek krijgt, dat je minder empathisch en warm bent als, als persoon. En dat zijn gevolgen van slecht slapen. Geen gevolgen van stress. Dus uh, dat is een heel belangrijk onderscheid ja. om te maken. En is dat ook zo? Geldt dat voor die andere vaten ook? Nou ja. Ik zit even te denken of het bijvoorbeeld met beweging en voeding ook zo is. Dat je. Dus ja, nou ja, ik, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Ga je ook slechter eten. vanwege stress? Of. Ben je gestrest vanwege slecht eten? Ja, ook die kunnen allebei. <laughs> ja, <precies. laughs> Alleen in deze uh, maatschappij. en uh, zeg maar wat je gewoon mensen nu op feesten en partijen tegen elkaar hoort zeggen. of op, op de werkvloer. Uh, je hoort mensen tegen elkaar zeggen: ja, ik ben zo gestrest. dus dan ga ik ook meer suiker eten. Ja. Eh, en en ja. geef zeg maar de schuld aan de stress. en dan leg je het eigenlijk weer buiten jezelf. want, ja. want daar kun je nu niks aan doen. Maar als je hem andersom kijkt. Als je gewoon kiest voor ongezonde voedsel en heel vaak eten, word je heel afhankelijk van de bloedsuikerspiegel, bijvoorbeeld. Um, daar word je ook heel onrustig en gejaagd van. En weet je, kun, je, kun je zelfs uh, uh, druk achter de borst van krijgen. Alleen mensen weten uh, hebben de kennis niet, dus dan kun je het onderscheid niet maken. En hetzelfde is, uh, bijna elke Nederlander, volwassen Nederlander, eten weinig eiwitten en goede vetten. En tekort aan eiwitten en vetten zijn ook direct weer gekoppeld aan een aantal mentale klachten. Hè, dus ook echt meer um, angstige gevoelens en dat soort zaken. Dus we zitten tegenwoordig vaak op de fiets van: hé, hey, um, door stress komt dit allemaal. Mm -hmm. En dan leggen we het lekker buiten onszelf. Ja. Maar als hetzelfde individu uh, gezonder gaat eten, uh, minder frequent gaat eten, uh, dan komen ze erachter: hé, hey, wacht even, al die klachten die ik ervaarde, uh, die zijn nu weg. Maar mijn agenda is nog net zo vol, ik moet nog steeds net zoveel ballen hoog houden. Um, en eindstand heb je dan een veel pragmatischere en betere beginaanpak. Misschien goed, omdat we even duidelijk hebben waarover we het hebben. Wat is stress? Wat is stress? Ja. Dat is echt briljant. Want uh, je zou zeggen, elke medisch professional kan die vraag beantwoorden. Um, ik heb op LinkedIn nog wel eens discussie. <laughs> um, en tijdens de opleiding ook nog wel eens. Um, dan zitten daar bijvoorbeeld hè, tijdens een opleiding 25 fysiotherapeuten, psychologen, lifestyle coaches, mensen in de zaal. Ja. En dan zeg ik, wie... Begeleidt er hier mensen met stress en stressgerelateerde klachten? Nou, hè? alle handen in de lucht. Uh, wie geeft er interventies? Hè? Dus wie geeft er advies? alle handen in de lucht. Wie kan mij vertellen, fysiologisch gezien, wat stress is? Eww. Er gaat er soms zo een hand van: ik denk dat ik een eindje kom, zegt dan iemand eerlijk. En de rest die houdt zijn hand omlaag. Ja. En dat is natuurlijk een, een, een bizar gegeven: hè? dat we allemaal maar adviseren en allemaal maar dingen doen zonder we niet weten wat het is. Dus in de kern, wat is stress? Um, stress in ons lichaam is met een, uh, uh, het, het, het complete woord de um, hypothalamus-hypofyse-bijnieras. De HHB-as in het Engels. Uh, in het Nederlands, sorry. En wat is dat? Um, je hebt twee hersenkernen, de hypothalamus uh, en de hypofyse. En daar ver onder, op je nieren, liggen je bijnieren. He, bijnieren van bijnierenuitputting kennen de meeste mensen het, ja. maar daar worden de stresshormonen geproduceerd. En. De hypothalamus is het gebied in je brein. waar alle prikkels binnenkomen. En waar het een regelcentrum is. onder andere voor wat is relevant en wat niet. He, dus er om ons heen. Uh, zouden we heel veel meer dingen gewaar kunnen worden. maar ja. ons, ons brein zegt. Joh, dat is niet relevant. Weet je, hier focus. hier in het nu zo zijn. En dus laten we zeggen. 99% van die prikkels. die vallen weg. maar de echte kritische. en de belangrijke. komen door. En zo werkt dat ook met stress. Dus stel. Uh, er loopt hier nu iemand uh, binnen en die staat met een pistool te zwaaien. Dan gaan wij niet daar relaxed naar zitten kijken nee. van, zou dat een waterpistool zijn? <laughs> of, uh, nee, weet je, dan gaan we daar niet over nadenken. Nee. Dan sprinten we weg, springen we uit het raam en hopen dat we het, uh, dat we het overleven. Dus die prikkel is relevant genoeg voor de hypothalamus om hormonen te produceren naar de hypofyse. Hè? Dat is een, een, een kerntje in het brein daarnet onder. En die gaat hormonen produceren naar de bijnier. En dan krijgen we de stressreactie, uh, cortisol. Adrenaline, noradrenaline. Um, en dat is hoe het werkt. Mm. Alleen, nou, één, heel veel mensen weten niet wat het is, maar twee, het is veel interessanter om te kijken hoe wordt dat stresssysteem geactiveerd. Hè, dus vandaag de dag, ook op de werkvloer, uh, maar ook ja, zeg maar, als je hier gewoon op het terras gaat zitten luisteren naar wat mensen zeggen, dan zeggen ze eigenlijk, um, stress, als ik stress ervaar, produceer ik cortisol en dan krijg ik klachten. Bijvoorbeeld, iemand zitten er, zitten hier twee dames op het terras. De een heeft een nieuwe baan, de manager is een lul. Zeg ja, jeetje, man, die gast die doet op zo'n manier daar krijg ik stress van. En nu heb ik klachten. Ja, He, dat is zeg maar hetzelfde trappetje. En ja, oké, okay, kan, weet je, maar die stress als gaat niet zomaar aan. He, dus je krijgt niet zomaar stress. Dus je hebt een kopje boven de stressas staan als je een beetje een systeemdenker bent, uh, met inderdaad de psycho-emotionele factoren. Eh, dus je kunt inderdaad echt wel psycho-emotionele stress ervaren van iets wat privé gebeurt of werk gebeurt, whatever. Daar is de persoonlijke ontwikkelingskant goed voor. Uh, maar je hebt aan de andere kant ook fysiologische factoren die die stressas activeren. Bijvoorbeeld, laat onderzoek steeds vaker zien dat dat slechte slapen activeert exact dezelfde as. He, dus we ervaren die gespannenheid, de hoofdpijn. Ja. Uh, al, die, al, die, al die zaken die daarbij komen. door een slaapprobleem. Niet andersom. Uh, jij haalde inderdaad eventjes het uh, principe van de koude douche aan. Een koude douche is een korte stressprikkel. Ga maar eens in een koelcel werken de hele dag. Weet je, dat is een, een, een stressor waar je niet aan kan adopteren. Ja. Daar, kun je, daar kun je niks mee. Of ja, kun je niks mee. Daar kun je alleen maar stress van krijgen. Dat activeert ook de stressas. En zo heb je dat inderdaad met voeding en met ademhaling en met slaap. En zo is hetgene waar je stress van krijgt veel breder dan wat de meeste mensen denken. Ja, dus de meeste mensen denken gewoon helemaal vandaag de dag. Uh, met alle respect, een beetje tere, tere zieltjes cultuur, toch ja. wel. Um, als iemand wat vervelend zegt, krijg ik daar stress van. En dan heb ik klachten, en dat is maar zo. Maar dat is niet waar. Eén, Het is heel erg hoe sta je in het leven? Dat is natuurlijk je stress-mindset, natuurlijk, uh, psycho-emotioneel. En aan de andere kant, hoe gezond ben je fysiek? Mm. En wellicht ook met dat streven naar gezondheid. Hoeveel ongemakken doorsta jij succesvol? Als we kijken naar trainen, uh, suiker laten staan, een bepaald ritme creëren, hè? goed voor jezelf zorgen. Um, dat je ook goed in staat bent om met die stress om te gaan. Ja. He, dus als je gewoon goed voor je gezondheid zorgt, je energieniveau is hoog, uh, je bent uh, blij met je lijf, hoe het er fysiek uitziet, uh, je, je merkt dat je lijf veel kan, dat het belastbaar is, en er komt dan een stressvolle situatie op je pad, ja, dan is dat veel succesvoller dan he, uh, dat je dat niet gedaan hebt. Dus, dat uh, <laughs> bedoel ik niet lullig, maar lang verhaal kort even, en stress, de stress is een... Uh, Hormoon... Een hormoonverhaal. Ja, een hormoonverandering. Ja. Ja, ja. Nee, oké. Okay. En dan zeg je... En, 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 want ik had ook wel eens gehoord... Hè, dat dan korter termijn... dan is het nog meer een soort adrenaline. Maar als je dan langdurig... dan wordt het cortisol. Weet je, zo... Ja. Uh... Weet je, en in de, in de kern um, is dat juist. Dus, oh, dus oh, okay. ja, 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 echt wel. Ja. Okay. Dat is ook het lastige, want... Um, je, kunt, je kunt beide benaderingen, dus mijn benadering in het boek, maar ook de andere ja. benadering waar ik op afgeef, um, je, je kunt ze beide correct vermelden, ook wetenschappelijk. Ja, ja, okay. Dus het is niet um, <laughs> die heeft ongelijk. Nee. Alleen um, um, ik pretendeer in het boek heel erg um, dat um, een van de aanpakken past veel beter bij de maatschappij nu. En zorgt ervoor dat mensen klachtenvrij zijn en weer zich goed in hun lijf voelen, en et cetera. Dus het klopt dat lange termijn stress geeft cortisol. Dat is, dat is wetenschappelijk misschien wel een van de best, best onderbouwde dingen die er is. Um, alleen um, de vraag is, als we al decennia lang dat weten en we gaan voor de aanpak, we proberen minder te stressen en meer te ontspannen. Hè, dat doen we al heel veel en binnen bedrijf heb je al die gezondheidsprogramma's ja. en de een die schreeuwt nog harder dat ze het beter weten dan de ander. Um, maar als je dan eindstand ziet dat het aantal mensen met burn-out stijgen en met angstige, depressieve gevoelens stijgen en dat het aantal stressgerelateerde klachten toeneemt, mogen we ook een keer concluderen: van hé, hey, wacht even, leuk dat we dat weten. Um, maar ja. Nee, maar he, het werkt gewoon niet. Niet goed genoeg. Nee. Nee, dat. Uh, en, en, en dus, nou ja, laten we nog het technisch verhaal even afmaken. Want ik vind het, ja, het is natuurlijk soort klapperen met je oren als ineens uh, dat, uh, nou ja, allemaal wel meevalt. Is ook lekker om te horen, overigens. Want er is dan een stofje, DHEA. Ja, heel goed. <laughs> je, je hebt je goed ingelezen. Nou ja, dat, en, en, dat, dat, is, dat is waarom stress een kunst is. Omdat dat dus een stofje is wat juist een soort positief hormoon is, uh, wat wordt afgegeven ook exact. bij stress. Exact, exact. En. Zowel de species die ik opleid, als de mensen in de zaal waar ik lezingen geef. Iedereen heeft gehoord van cortisol. Niemand kent het hormoon DHEA. Nee. En wat is nou het leuke? Um, en misschien wel het magische ook. Um, we zeggen nu altijd dat we zo met stress omgaan, omdat dat evolutionair zo is. Ja. We kunnen nou gewoon eenmaal, alleen maar vechten, vluchten en Ja, bevriezen. Precies dan tussen de jacht, en uh, ja, uh, precies ja. en de tijger uit de bosjes en ja, blablabla. Ja, ja. Ja. En weet je, ergens. Uh, of tuurlijk, tuurlijk hadden we dat vroeger nodig. Alleen wat hebben we nu? We hebben nu te maken met die langdurige stress. We hebben te maken met dat hormoon cortisol. Dat is een daadwerkelijk probleem. Wat doet cortisol? Eén, cortisol zorgt voor hele vervelende klachten op korte termijn. Mm -hmm. Slechter slapen, je gaat onnodig hoog naar je ademhaling en, en je sneeuwbalt in hoofdpijn en spanningsklachten en noem het maar op. Op lange termijn krijgen we er ook echt gezondheidsklachten van. Het, uh, de risico's op hart- en vaatziekten en dat soort zaken. Het ja. stijgt gewoon al eenmaal. Ja. En we hebben in ons brein heel veel zenuwbanen. Je hebt wellicht wel eens gehoord van de metafoor, als je iets nieuws aanleert, dan is iets eerst een klein paadje in je brein, een nieuwe skill. En als je dat, die skill maar vaker blijft uitvoeren, wordt het een snelweg. Weet je wel? Dan wordt het een betere baan. Maar cortisol breekt die banen af, waardoor je in tijden van stress juist slechter wordt. Dus je wilt het beter doen in die situatie, hè? je wilt een keer je netjes uitspreken naar die manager, je wilt je grenzen blijven aangeven. Maar in, in tijden van stress word je daar juist slechter in. Wat is het mooie met DHEA? Eén, DHEA is een tegenhanger van cortisol. Dus zorgt ervoor dat een deel van de hoofdpijn, slaapproblemen, uh, angstige, depressieve gevoelens al afneemt. Laat onderzoek ook steeds vaker zien. Uh, en de studies worden ook steeds groter, dus het wordt ook echt steeds betrouwbaarder en steeds, steeds, steeds mooier op die manier. Um, twee, die hersenbanen die um, onder invloed van het hormoon cortisol versterken die juist. Dus je kunt in een stressvolle situatie je banen afbreken en ja. minder leren. En je kunt aan de andere kant juist versterken en dus leren van stressvolle situaties. Wat we natuurlijk in de kern graag willen ja. en waar we als mensen heel goed in staat zijn. Alleen uh, nou ja, de meeste mensen zijn dat verleerd. En uh, ja, weet je, dat is gewoon een, dat is een heel belangrijk verschil. En het doel van het boek vanaf stap twee inderdaad is ook om te leren van, hé, hey, er is een vele betere stressaanpak dan alleen maar dat vechten, vluchten, bevriezen. Weet je, we zijn als mens in veel, tot, tot veel meer toe in staat hè, om, om, om echt veerkracht te hebben en er echt doorheen te komen en ook echt te groeien van die moeilijke stressvolle ja. situaties. Ja, het is een beetje, wanneer wordt stress uh, het gewoon een stukje excited zijn? Want dat is precies wat jij net zegt. Dat we dat allemaal wel kennen, dat je juist in dat soort situaties ook heel erg aan kan staan en heel erg dingen juist inderdaad kan leren. Ik zou dat gewoon zelf dus ook niet als stress dan benoemen, maar ja, je staat wel aan, ja, uh, dus dat is dus daarom dat ik ook een beetje bleef hangen in die definitie. Ja. Uh, maar het komt erop neer dat uh, nou ja, dat dat absoluut niet is wat wat mensen over het algemeen horen uh, en tegelijkertijd is jouw aanpak. Um, ja, gaat ook wel gewoon een beetje naar de toch de mindful-achtige dingen toe. Dat vind ik wel grappig. Ja, mooi, hè? Ja, <laughs> omdat jij daar best wel, en ik, en ik snap het met waar je vandaan komt, is dat heel erg van ja. We moeten eens ophouden met uh, te veel denken: oh, ik heb te veel stress, ik moet minder doen, ik moet meer ontspannen. Want dan zit er al een soort stress uh, extra bij. Uh, dus, nou ja, daar komt een beetje de. de, de Anti-mindfulness modus, vandaar maar ja tegelijkertijd. Als je het hebt over ademhaling en ja. voeding. Ja. En waarin, waarin zou je zeggen dat er een anti-mindfulness modus in zit? Wel nou, of, uh... dat is dat, dat. Nee, maar ik vind het dat, is, is dat niet waar. Is het wel een beetje zo? Ja. Nou, weet je, er zit, er zit een studie in wat laat zien dat puur een mindfulness programma na een jaar geen effect heeft. Ja, okay. En ik pretendeer ja. inderdaad wel, we moeten niet meer alleen maar focussen op minder stress en meer ontspannen. Nee. Dat. Ehm. Um... Waar dat vandaan komt in essentie... Ik vind het leuk dat je deze vraag stelt. Ik denk niet dat het in een podcast al eerder, eerder aan bod is gekomen. Dus ben ik heel... Uh, Dit is echt, 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 wel, echt wel vernieuwend. <laughs> um, waar het vandaan komt... Dat hormoon DHEA... Dat wordt geproduceerd als we positief naar stress kijken. Het hormoon cortisol wordt voornamelijk aangemaakt... Als we negatief naar stress kijken. Wat zie ik vandaag de dag in deze maatschappij gebeuren? We gebruiken dingen als mindfulness en meditatie... En, en persoonlijke ontwikkeling... Uh, wordt heel vaak gebruikt om bij stress weg te blijven. Hmm. Veel sprekers ook over die onderwerpen zeggen: hé, hey, als je deze tools maar doet die ik je aanreik, dan blijf je bij die slechte stress weg. Maar wat doe ik als ik dat zeg? Dan versterk ik ook het gevoel bij die ander dat stress slecht is. En als je dan toch in die stressvolle situatie terechtkomt en het lukt hem niet om met die tools aan de gang te gaan, dan is nog steeds die hele negatieve overtuiging van stress er en zal die meer cortisol aanmaken en ik ben juist heel erg pro um, zingeving uh, ontspanning uh, doen waar je vrolijk van wordt. Daar ben ik daar ben ik heel erg voorstander mm -hmm. voor. Dat, daarom da, daarom ben ik op deze aardbol denk ik. Um, alleen um, we moeten wel de volgorde juist hebben. Dus we moeten elk individu, elk mens um, inplanten dat ook uh, die lange termijn stress goed voor je is, dan moeten we ook in het nieuws en op social media we moeten daar positief over praten, om vervolgens als mooie aanvulling op dat gedachtegoed. Dan het te hebben over hoe je ontspant. En wat voor jou fijn is en wat voor jou werkt. Om, om weg te blijven bij dat negatieve stuk ja, over stress. Ja, ja, ja. En dat is, dat is echt. Ik vind dat zo belangrijk. Dat inderdaad, als mensen mij voor het eerst horen spreken, inderdaad wel eens het gevoel op kan komen van die is een beetje anti-mindfulness. Um, en ik denk dat dat communicatie als kunstvorm voor mij is om. Extra duidelijk en recht c te zijn van we moeten het vooral anders doen. Ja. zeg maar. Ik denk dat, ja. dat, uh, dat, dat dat is waarom dat gevoel daar is. Nee, ik vind het alleen ja. maar mooi en ook een soort frisse, frisse kijk. Ja, en ja, dat geldt natuurlijk voor zoveel dingen. Of dat dan een placebo of een nocebo effect is. Als je het maar vaak genoeg hoort, en dat geldt dus voor positieve dingen, maar ook voor negatieve dingen, dan ga je dat geloven. Ja. En, en, en dat is dus ook een beetje wat jij zegt. Dat. Alleen al als wij anders om zouden gaan met nou ja, hoe, hoe we praten over stress. En uh, ja, dat zou al heel veel veranderen. Dat verandert echt heel veel. Ja. En dat is het mooie in die stressonderzoeken. Um, schuiven ze meestal placebo en nocebo aan de kant. Ja? En maken ze ruimbaan voor het mindset effect. Ja, ja oké. Okay. En dat is, dat is niet per se... Maar dat is een beetje dat toch? Of mag ik het niet Ja, zo... nee, je, nee, je mag het zeker zo noemen. Um, uh, maar wat je ziet inderdaad ook, ook tijdens mijn opleidingen merk ik, als mensen maar placebo noemen, wordt het een beetje zo van um, alles, alles wat je zegt is waar, zeg maar. Yeah. En wat, het, wat ik het mooie vind aan het mindset effect, is dat het heel erg hangt aan je normen en waarden. Dus um, je komt op deze wereld, nou wij zijn in dit geval allebei in het stadium dat we jongvaderen zijn. Dan komt nog veel meer de vraag, hè, wat voor voorbeeld wil je zijn? Yeah. Dus leef je... Wat je wilt leven, of leef je wat je hoort te leven? is misschien, misschien nog wel mooier. En willen we dan naar onze kinderen uitstralen um, dat stress iets is wat je nekt? Of willen we uitstralen dat stress wel uitdagend is en dat het in deze maatschappij wel voorkomt? Maar dat je zo krachtig kunt zijn om daar overheen te stappen, om daarmee om te gaan. En dat vind ik het mooi aan het mindset-effect. Een, een, een mindset-effect wortelt veel dieper. Het zeg maar hetzelfde als je normen en waarden. Ja. Dus een, een, een leuk voorbeeld. Um, uh, toen we net een nieuw huis hadden, uh, kwam de oom van mijn, uh, van mijn partner, die kwam langs, gingen we rondleiden. En uh, die had een hele uh, negatieve mindset over. Uh, krachttraining en over, over, over pijn. En dat wist ik niet, want ik wist niet dat hij lang lage rugklachten had. Maar ik kwam daar meteen achter, want we hadden zo de keuken laten zien en ding, alles verbouwd en helemaal enthousiast natuurlijk. En, wo. en toen ging de garage open en daar liggen gewoon, daar ligt een rubberen vloer en een squadrek en kettlebells. Ja. en zandzakken en de hele meuk. En, en die deur ging open en iemand zei: Zo, trainen jullie hiermee? En met dat hij dat zei. Kon ik meteen eigenlijk terug antwoorden. Oh, heb je lage rugklachten? Weet je, want dat is alleen maar iets wat iemand met chronisch lage rugklachten yeah. zegt. En dat is. Zo'n mindset ding, dat is ooit toen het bij hem in de rug schoot... en dat er angst bij kwam of ja, wat dan ook. Ja, is, dat, is dat een, een zaadje geweest? Eh, dat is niks meer dan, dan een mindset is. Maar dat is versterkt door wat eventueel de fysiotherapeut... gaandeweg heeft gezegd of wat hij zelf heeft ervaren... of wat zijn omgeving heeft gezegd. Van, Pas op, niet te zwaar tillen. Eh, misschien is er nog een MRI geweest. Kijk, zo erg is het met je rug. Weet je wel? Ja. dus dat is, dat is heel erg een ding geworden. En hij toont dat mindset effect... toont hij bij ons in de garage door te zeggen... je mag hier train je toch niet mee terwijl die aan, aan kennis kan ik hem weet je, kan hem alles opsturen heel rationeel van het is juist heel goed om dit te doen voor ja, je rug ja, ja. maar het landt bij hem niet want dat zit echt in hem ja. en dat is met stress ook zo als mensen op een verjaardag zeggen van nou ja ik ben al helemaal een stresskip of weet je druk 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 dan weet je al hé, hey, wacht even dat mindset effect is de andere kant op gesneeuwd ja. en nou wordt het weer tijd om te ervaren hè, of, of om te kiezen welke kant je op wil maar hoe dat is een grote vraag maar hoe uh, kan je dat veranderen? Want dat is inderdaad, zoals jij nu schetst, is het echt een beetje, ja, zo is het potje, zo wordt het gebakken. Uh, maar ja, de grote vraag is natuurlijk: kan je die mindset dan nog ombouwen? Ja, iedereen kan dat. Uh, ik denk dat jij ook heel, heel goed weet dat, dat iedereen dat kan. Ja. <laughs> um, mooi voorbeeld, uh, nog vrij recent van mezelf. Uh, Daar leek ik toch iets meer op de uh, zeven vinkjes uit, uh, uit dat boek dan ik, ja. uh, dan ik dacht. Ik had op een gegeven moment de gedachte van: hé, hey, waar we nu staan in deze maatschappij, valt, het hele valt dat hele discriminatiestuk. Valt mee. eigenlijk wel mee. Ah, okay. vanuit, vanuit mijn perceptie ja, ja, en mindset. Ja, ja. Hè? Uh, dus met dat idee ging ik door het leven. Uh, maatje van mij is Antilliaans. En dat kwam ter sprake. En hij vertelde mij een paar dingen. En toen dacht ik: oeh, oké. Okay. Dat is misschien een beetje positief gedacht dan. Weet je wel, dat stuk. Dus hij heeft andere ervaringen dan dat ik heb. En nou, wie ben ik om daarover te oordelen? Want hè, zo, zo is het nou eenmaal. Um, maar dat doet dus iets op mijn mindset. He, dus ik, ik vind iets in het ja. geval over discriminatie ja. of ik denk iets. wordt um, een ander geluid. En je denkt. Hmm. Ja, iemand, iemand die ik vertrouw, die komt met een ander geluid. En het is niet dat ik dan meteen een andere mindset heb. Nee. Maar wat doet het wel? Als ik dan op een terras zit of op een verjaardag of ik luister een podcast, dan spits ik extra mijn oren als het over dat onderwerp gaat. Ja. Want ik denk, hé, hey, wacht even, iemand heeft me daar wat over verteld. Laat ik eens even kijken hoe dat zit. En ik neem dat serieuzer. En zo vorm ik opnieuw wat ik daarvan vind. Hè, net als uh, Zwarte piet discussie ja. of Corona, alles wat maar gekomen is. Mensen zijn het ergens wel of niet mee eens. En. Uh, vormen daar hun mening over, vouwen daar hun normen en waarden omheen, als het ware, en maken daar een, een goed verhaal van hoe zij in het leven staan. En dat is met stress ook zo. Dus als je, en dat zie je in de maatschappij heel veel, <laughs> dat is wel een mooie, uh, bijna iedereen heeft stressgerelateerde klachten, niemand wil zo zijn, iedereen is zich ervan bewust dat in deze maatschappij het heel stressvol is en dat het de komende tien jaar nog veel stressvoller gaat zijn, maar niemand weet iets van stress. Nee. Dat is, dat, is een, dat is een formule. Daar kom, je niet, daar kom je niet meer weg op je werk. Weet je wel? Als je bij het beste bedrijf werkt. Waar je heel goed moet presteren. Maar je zegt: Ik heb eigenlijk geen skill set. Ja, dan sta je op straat. Ja. Dus eh, dat is heel erg gek. En als je dan ook nog kinderen wil opvoeden. zonder iets te weten over stress. Denk ik: Huh, really? Over 10, 20 jaar staan zij in een nog drukkere maatschappij en we gaan maar ja. alleen maar negatieve ervaringen overdragen aan onze kinderen, weet je wel. Dat... Maar op dit gebied is het antwoord uh, bijna te makkelijk en te simpel, want we moeten gewoon vooral realiseren dat het gevaar niet zo'n groot gevaar is. In de kern wel. Ja, in de kern dat is wel, wel lekker. Ja, ja, dat is wel lekker. Ja. Alleen de uitdaging is, het zit in deze maatschappij zo ingebakken dat ja. het stress is, uh, dat het slecht is. Ja. Dat elke opleiding, weet je, elk boek, elke spreker gebruikt stress juist als een soort van pijn om te verkopen. Mm -hmm. Als je mijn tools doet, blijf je weg bij stress. Maar dat is juist de meest. Dat is een go ja. goede intentie van de boodschap. Maar het is wel heel dodelijk als het gaat om lange termijn in hoe je naar stress kijkt. Ja, nou goed, veel, veel zijn natuurlijk ook wel. Niet zozeer blijft er van weg, maar gewoon dan kan je het loslaten. Dus dat gaat dan niet helemaal uit van dat je, dat je niet te veel stress moet opzoeken, maar wel gewoon wel dat het de feit is dat wij dat tegenkomen. En natuurlijk wel een soort uitlaatkleppen moeten hebben. Ja, nou, het is ook niet. Um, de intentie is ook niet. Nu ben je goed in stress, zoek maar zoveel mogelijk op. Nee, dat, dat is het niet. Nee. Dus daarin suggereert al, weet je, je moet het niet blijven opzoeken. Nee. Maar wil je de uh, stressoren die, uh, nou weet je, binnen nu een half jaar krijgt iedereen die nu luistert geheid een stressor op zijn pad. En over een jaar zeker en over vijf jaar zeker. En op het moment dat je weet dat stress slecht voor je is, weten we nou gewoon eenmaal, hé, hey, dat wordt een vele moeilijkere weg met veel meer fysieke klachten, veel slechter slapen, veel minder gelukkig zijn, veel minder lekker in je vel zitten ten opzichte van dat je weet dat het positief is. He, dus ik heb ook stressoren uh, in, in mijn leven, ook privé, die ik heel heftig vind. En ze zijn niet leuk, maar met die stress mindset en, en de juiste tools ga je wel exact het juiste doen in de situatie in plaats ja. van de situatie te laten overkomen. En dat is wel het um, belangrijkste waar ik naar streef. En toch kan je een kleine inzage uh, geven hoe je dan die stress mindset verandert? Ja, tuurlijk. Um, kijk, je kunt, dat, je kunt dat op allerlei manieren doen. Um, als we het hebben over het, het eerste laagdrempelige wat je kunt doen. Um, wat is er nodig voor het veranderen van een mindset? Uh, een ander inzicht, een andere overtuiging, een andere mening, een andere visie, een andere filosofie. En daar hoef je niet eens in het begin mee eens te zijn. Dus je kunt het ook luisteren dat je denkt: Nou, ik heb dit heel anders ervaren. En helemaal prima. Schud ik je de hand, ik heb het ooit ook heel anders ervaren. Maar. Dat mag je loslaten. Weet je, daar, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat iemand, in dit geval ik, een ander idee aandraagt. En ik propageer dat het beter werkt. En op het moment dat je denkt: Goh, ik neem dat serieus genoeg. Dan is het mindset-effect begonnen. Ja, zelfs als je het niet gelooft, is het mindset-effect ook al wel begonnen. Maar wetenschappers zeggen letterlijk: hè, Je plant het zaadje. En of het gaat bloeien, dat weet je nog niet. Maar wat is het mooie met dat je het zaadje plant? Als je dan dus op een trasje zit hier beneden, het is nu heel mooi weer. Als we het opnemen, er zaten allemaal mensen. Ik zit heel graag op het tras als ik niks te doen heb. Even, en dan uh, gewoon een beetje zo luisteren wat er om je heen gezegd wordt: over pijn, over gezondheid, over overgewicht. Het over, is dus heel lekker om gewoon te luisteren. Ja. Maar dan ook vooral hoe die ander antwoordt. Want mensen antwoorden altijd alleen maar empathisch, maar nooit effectief empathisch. He, dus het is altijd, oh ja, en vervelend. Als ik dat zou hebben, zou ik het ook niet weten. Nee, he, he, ja, die pijnklachten. He, ja, zijn rug nou helemaal zwak is. He, dan blijft dat wel zwak. Heb ik laatst een keer. Weet je, allemaal van die dingen dat je Goh. denkt, ja, we zijn elkaar niet aan het helpen. Weet je wel, niet gaat niet de goede kant op. Um, en dat is ook met stress. Dus als je na het luisteren van die podcast op een terras zit of je, je zit op Instagram of wat dan ook en je komt iets tegen over stress, dan gaat je al opvallen dat het eigenlijk altijd in negatieve zin over stress gaat. En alleen dat al opvallen. Versterkt al hè, het bewustzijn daaromheen. van hé, hey, hij heeft wel gelijk. Weet je, dus, dus daar begint het mee. Mm. Dan. Um, kun je er eerst voor kiezen om daar niks mee te doen. Dat is op zich niet zo'n probleem. In een, uh, hè. Je kunt een, een, een. ook je normen en waarden. Kun je, kun je elk kwartaal, elk jaar, elke levenssessie weer opnieuw weer Even aanpakken. Ja. <laughs> Dan mag je, mag je voor jezelf weer bepalen hoe je het wil doen. Uh, maar er komt ergens een keer een stressvolle situatie. dat je denkt: ja, holy fuck, nu zit het me tot hier. En het mooie is, dan voelt het absoluut niet alsof je zomaar kan zeggen... stress is nu goed, dus ik fiets jullie doorheen. Nee. Uh, dat, dat kan niet. Nee. Uh, mooie quote daarover. Het leven is geen ponykamp. <laughs> uh, dus het is, het is nou eenmaal niet zo als je maar positief naar stress kijkt... dat er alleen maar unicorns en glitters en dingen... dat, is, dat is niet hoe het werkt. Maar, uh, nou bijvoorbeeld neem uh, stap 1 uit het boek. Je kunt wel in die stressvolle situatie... waarin je merkt dat je altijd heel veel piekert... Uh, dat je altijd heel gejaagd bent. Dat je misschien zelfs wel hartkloppingen krijgt. Dat je een onrust in je hoofd voelt. Elk individu kan ook in zo'n situatie tien minuten voor het slapen gaan door zijn buikademhalen. Of je ademhaling wel zweverig vindt of niet. I don't care. Um, je kunt dat wel doen. En je gaat dan ook merken. Hé, hey, wacht even. Ik zit in een stressvolle situatie. Ik slaap slecht. Ik heb een gejaagd gevoel. Ik pieker, uh, et cetera. Maar als ik tien minuutjes voor het slapen ga door mijn buikadem. Heb ik dat wel de helft minder en dat is al de eerste realisatie dat stress niet een fixed concept is. Het is nee. niet, je hebt nu 80% stress, dus je hebt 80% klachten. Dus het is, hoe heftig dan ook, iets waar je mee kunt spelen. En dat is wel een hele fijne tool, zo concreet, want dat brengt dat mindset effect al ten twijfelen. Ja, dus dat is wel dus, met die met die oom van mijn partner bijvoorbeeld. Um, overtuiging, laag rugklachten en zwaarteel is slecht. Um, als die door een goede buikademhaling veel minder rugklachten heeft, grote kans van dat dat gaat gebeuren, um, dan gaat hij ook zijn mindset daarover bijstellen. Ja. Dan denkt hij, hé, hey, ik ervaar nu echt wat anders. Dus, dus, ik, dus, dus het klopt niet meer. Dus dat is waar het begint. Dat kan ook, uh, noem eens even een laaghangend fruit, wat je kunt doen zonder dat je, daar, ja, voor, zonder dat je daar veel zelf voor hoeft te doen. Nou, neem bijvoorbeeld uh, mensen die nu luisteren die nog nooit omega-3 gesupplementeerd hebben, om er even iets te noemen. Mm. Uh, en je zit in een stressvolle periode, en die houdt ook nog even maanden aan. Ga vanaf uh, overmorgen, een beetje de duur dat omega 3 bij je in huis is. Um, ga dat maar eens flink supplementeren. En ja, dan ga je gewoon merken dat in de loop van de tijd nemen een aantal klachten af. Want eiwitten zijn belangrijk. Uh, nou, omega 3 is vetten, goede vetzuren. Go 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 ja, ja. ja. En dus wat wil dat vooral zeggen? In die stressvolle situatie heb je wel klachten. Alleen heel veel van die klachten komen helemaal niet door stress. Komt gewoon door een slechte omega-3-6-verhouding, door een ja. tekort aan eiwitten, door een verkeerde ademhaling. En dat zijn hele concrete dingen die je kunt aanpassen. En het fijne is, ze zijn heel pragmatisch, ze zijn heel fysiek. Dus je hoeft daar nog niks in te geloven in mindset of in spiritualiteit of in wat dan ook. Maar je ziet wel in één keer je klachten voor meer dan de helft afnemen in dezelfde situatie. Dus dan wordt dat geloof van stress is slecht, wordt ja. al lekker ten wankel gebracht, zeg maar. Nou, als je dat dan combineert met uh, zo'n podcast als deze, um, dan denk je, oh wacht even. oké, okay, Misschien kan ik stress wel als positief gaan zien. Laat ik het eens, laat ik een kans geven. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen: hey, de eerstvolgende stressvolle situatie die komt, ga ik de vervelende klachten die wel komen, ga ik toch in mijn brein koppelen aan iets positiefs. Dus als ik wel hoofdpijn krijg of als ik wel spanningsklachten voel, dan ga ik niet zeggen. Oh shit, daar zijn ze weer. Ik hoop dat ze snel weg zijn. Want als dit te lang blijft, weet ik van mezelf, ga ik ook slecht slapen en ook piekeren. Hè? Dat je niet in die negatieve red race terechtkomt. Maar dat je bij jezelf stilstaat en dat je zegt. Ah oké, okay, interessant. Stressvolle periode. Deel van mijn klachten zijn al weg. Ik heb hoofdpijn. Ik voel spanning dat ik die hoofdpijn heb. Want daar word ik, word ik heel vervelend van van die hoofdpijn. En zag en onzeker en geen energie meer. Maar ik ga stress vanaf nu positief bekijken. Dus zeg ik tegen mezelf, hey, deze stressvolle situatie doet mij blijkbaar zoveel. Hè, dit is blijkbaar zo belangrijk voor mij. Um, dat ik die klachten ga koppelen in mijn brein aan positief. Dus het lichaam maakt mij klaar. Stoopt mij klaar om het goed te doen in die situatie. Dat is een heel laagdrempelig ja, ja, maar begin. Maar het is ook een heel belangrijk. Dus er zijn heel veel wetenschappers die zeggen, als je begint, begin dan zo. En um, waarom dat is? Het is niet omdat je dan in één keer maar jezelf moet overbluffen, dat je het ook echt al gelooft. Er zijn heel veel mensen die zeggen: Timo, eerlijk is eerlijk, de eerste tien keer dat ik het tegen mezelf zei, geloofde ik het echt niet. <laughs> dat voelt gewoon kut. Dus het is ook kut. Ik zei nou, dat is prima. Dat is gewoon echt. Weet je wel, dat is helemaal, helemaal oké. Okay. Um, maar gaandeweg gaan die hormonen je meehelpen. ga je minder klachten krijgen. Ga je merken dat je wel in één keer voor jezelf durft op te komen. Hè? Dus dat je echt aan het leren bent van die stressvolle situatie. En dan begint dat mindset-effect dat zaadje echt te groeien, weet je wel? Dan krijgt het echt wortels in aarde, um, en dan wordt het ook lastig om mensen weer te overtuigen van het tegendeel, omdat je gewoon denkt, het is gewoon zo ja, ja, uh, ja wel leuk. Het doet me een beetje denken aan hoe ik oprecht uh, nou ja, blij kan zijn als ik spierpijn heb, omdat ik gewoon altijd denk, maar dat werkt alleen in het begin een beetje dat je denkt, Oh, dan nou heb ik echt goed getraind, ja, dan ja, en dat is ook niet altijd per se waar, nee, maar het, nee, het is ja, wel exact. je kunt, je kunt wel maar beter de positieve koppeling hebben. Ja. Dat wel. Het gaat ook om toch ook wel om de kunst hoe in, in wat zet je jezelf in een positie waarin je kunt slagen. Dus om het te hebben over een mindset effect, want dit ach man dit je kunt je moet dit niet 100% allemaal willen doen in één keer, want dan kom je al je overtuigingen tegen, die kun je niet allemaal nee, aanpassen. kleine stapjes. Uh, maar voorbeeld vanuit mezelf. Uh, ik heb jarenlang tegen mezelf gezegd: "Duursporten is niks voor mij." Ik ben een crossfitter en ja. een sprinter en een basketballer. En, ja, ja, ja. En, en dus ik heb geen duurvermogen. Nou, dat merkte ik ook vrij snel. Van als ik dan ging hardlopen, dan ging ik snel de mijn mond aan hem halen en hijgen en oncomfortabel. Maar. Wat was een uiting daarvan als we dan ergens achteraf reden, gewoon weilanden, en ik zag iemand hardlopen, vooral met slecht weer of in het donker, dan zei ik daar ook altijd wat van. Ja, ja, dan Zei was. ik, jemmer, die gast is zo ver van huis, die is hartstikke gek, joh, dat je hier terecht komt met hardlopen, weet je wel, dat je zo. En als er dan onderzoeken waren die lieten zien dat langdurig lopen negatief was, dan kende ik ze, want dat versterkte mijn ja, ja, ja. geloof. En ja, werd mijn hardlopen beter? Nee, maar had ik mezelf in een positie geplaatst waarin ik beter werd? Ook niet. Nou, wat is voor mij een mooi mindset-effect geweest? Ik volg gewoon een aantal inspirerende gasten op Instagram. die duur dingen lang oncomfortabel doen. maar wel met die mooie motivational quotes erbij. Weet je wel, daar zit Instagram op dit moment vol van. althans, ja. mijn tijdlijn wel. Ik heb geen onzin op mijn tijdlijn. En op een gegeven moment. Begint dat bij mij te veranderen. En ik luister een keer een podcast van een wetenschapper. en die zegt: hey, dat duurt trainen. Weet je, natuurlijk is dat ook belangrijk voor onze gezondheid. en nieuwe inzichten laten ja. zien. Dus dat zaadje begint bij mij. Weet je, ik begin die ene boom begin ik langzaam om te hakken. en dat nieuwe zaadje wordt langzaam geplant. En uh, inmiddels liep ik vorige week mijn eerste halve marathon. gewoon vanuit huis op neusademhaling. met een best oké okay tempo. Terwijl ik pas drie kwart jaar geleden. begonnen ben met twee, drie kilometer hardlopen. Uh, en als ik nu mensen zie hardlopen, zo ver achteraf, denk ik, hé, hey, rock on, Maar je bent goed bezig, weet je, je bent je mentale, fysieke duurvermogen aan het trainen en ik kijk daar heel anders naar ja. en ik praat daar heel anders over, omdat ik ook merk bij mezelf wat dat weer doet, weet je, dus het parallel van stress naar fysieke arbeid is natuurlijk, is natuurlijk heel mooi, hè? als je lang oncomfortabele dingen fysiek kunt doen, kun je dat mentaal vaak ook. Dus dat is ook hoe dat mindset-effect. Ja, dat is een. Dat is een de, volgens mij is dat nooit klaar met interessant zijn. Dat is echt, uh, echt fenomenaal. Nee, machtig mooi ook je ah. dat omsluit. Ik moet denken aan een quote die jij noemt: um, In het Engels. Uh, when the most commonly reported sources ah, of stress ja. in people's lives overlap with the greatest source of meaning, it's clear that stress may even contribute to well-being. Oftewel, in normaal Nederlands. Uh, nou ja, hoe zou je hem, hoe zou je hem vertalen? Nou, als je hè, we hebben in de maatschappij nou eenmaal heel veel stress horen, maar ze hebben overlap met alles wat ons betekenis geeft. Kortom, als je betekenis wil in je leven, moet je stress omarmen. Ja, dat is even mijn, maar het is mijn favoriete stressquote. Dus ik ben blij dat je hem, hem aanhoudt, want hij is zo spot on dat mensen klagen maar en mensen klagen maar, maar ze weten niks van het beest zelf. Ik zeg ook wel eens: stress is eigenlijk het monster onder ons bed, um, want hij zit er niet echt, maar nee. we praten er wel heel groot over. Ja. Weet je, dat is de. Dus ik, ik geef wel eens tijdens een lezing het voorbeeld. Als ik dan mijn dochtertje heb, uh, Pip, die kreeg langzaam een beetje besef van Nou, dingen onder het bed of niet. Of weet je, het begint een beetje op die, uh, op die uh, leeftijd. Althans in mijn ervaring. Weet je, ga ik dan als, uh, als Pip wakker wordt en die zegt: Papa, er zit een monster onder mijn bed. Kan ik twee dingen doen? Kan ik of ernaast gaan zitten en zeggen: Nou, hij zit er hoor. Ik zag hem gisteren nog, een grote klauwen. Nee, hey, oh, als, die, als die meisjes ziet, blonde meisjes, <laughs> nou dan, oh, en hij heeft nog niet gegeten, weet je wel. Ga ik dat zeggen? Of ga ik zeggen: goh, schat, kom, we doen het licht even aan. Zal ik eerst kijken of gaan we samen kijken? Ja. Weet je, en dat is heel erg ook stress in deze maatschappij. We praten er groot over. En terecht burn-out rates, angstige, depressieve gevoelens. Weet je. Het zijn serieuze getallen. Dus daar zal, zal, zal ik nooit zeggen dat dat niet zo is. Maar we kijken niet onder het bed. Nee. Maar we blijven maar praten over wat er mogelijk onder het bed zit. En onderzoek laat als veel meer een strategie zien die laat zien van hey, klik het licht gewoon aan, pak mensen bij de hand en duik nou eens samen onder het bed. Maar ja, dat is, daar gaan we weer. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want eigenlijk zeg je: maak je geen zorgen. Nou, maak je geen zorgen. Um, als, je een, als je een stressor tegenkomt, wat onontkomelijk is, ga er dan zo krachtig in dat je er wat van leert, zodat je van jezelf ook weet dat je het de volgende keer nog beter doet. Ja. Dus het is niet van uh, don't worry, be happy. Ja, dat nee. is wel een mooi motto, maar dat <laughs> gaat niet voor alle stressoren in de maatschappij op. Nee. Dus er, er, er gebeuren wel gruwelijke dingen. Je kunt naasten verliezen, je kunt scheiden, je kunt ontslagen worden, je kunt het echt even niet zien zitten. Alleen het heeft geen zin om in die negatieve neerwaartse spiraal te gaan. Want die ga je wel bekrachtigen. Ja. Als je iets negatiefs meemaakt en je gaat als negatief zien, ja, dan krijg je hoofdpijn en migraine, en dan ga je naar de arts en dan krijg je dit, dan krijg je een pilletje, dan krijg je bijwerkingen en dan krijg je zus. En dan over vijf jaar heb je heus een verhaal waarvan mensen heel veel aandacht geven, en dat je heel zielig bent. Dat, dat is heus wel wat er gaat gebeuren. Alleen wil je die persoon zijn? Hm. Weet je, dat is, dat is veel meer de vraag. Ja. Nou ja, en ik vind het mooi wat je schetst, dat het dus wel zo is. Dat je het ook zo kan zeggen, ik heb de stress. Dus dat is fantastisch, want dat zijn dan dingen die me blijkbaar veel doen en veel waard ja, zijn. Ja, daar geef ik om. Ja. Ja. ja, dat is ook het mooie aan die, uh, die oefening in dat boek over die um, relaties en rollen. Mm -hmm. Dat kun je visualiseren. Je kan daar een hele krachtige meditatie van maken. Nou ben ik niet zo'n meditatiemaker, maar misschien kunnen we Michael Platzjeck eens vragen. Ja. Um, dit, ik vind het zo'n krachtige opdracht. Um, of, je, of een schrijfopdracht, maar hij kan denk ook heel krachtig als visualisatie. Um, maak een overzicht van de relaties en rollen in je leven. Eh, nou, dat is al spot on, dat mag iedereen wel weer een keer doen. Van, hé, hey, waar ben ik eigenlijk allemaal mijn energie aan nou, aan het uitgeven? Dat is eigenlijk praktisch wat dat zegt. Maar wie heb je om je heen en wat voor rollen vervul je? Nou, van collega tot partner tot uh, bestuurder bij de hockeyclub, uh, weet ik veel wat er allemaal staat. Dan geven die mensen je wel eens stress of zelfs met regelmaat. Nou, dan ga je nadenken van, oké, okay, krijg ik daar stress van of niet? Dan, die relatie en rollen die jouw stress bezorgen, waarom zijn die zo belangrijk voor jou? Dus dan ga je al in de visualisatie al kijken naar. waarom is dat zo belangrijk? Waarom zijn die zo betekenisvol? En dan, à la stress mindset, wat je vandaag de dag veel ziet. oké, okay, die rol en relaties geven je stress. dan doen we gewoon, hop, weg. Ze zijn weg. Nou, als ik dat moet visualiseren, mijn dochtertjes is weg. weet je, mijn goede vrienden, et cetera. No fucking way, natuurlijk. Maar dan even in die visualisatie daarbij stilstaan. oké, okay, hoe voel je daar dan bij? Stress is weg. Die relatie en rollen ook, maar ja, stress ook. Ja. En daarna komt het, het allerschoonste in die opdracht. Um, kies je er bewust weer voor. Om die relaties, lees deze. <laughs> en rollen weer terug te nemen in je leven. Wetende dat dat ook stress geeft. Ja. En in mijn opdracht zit dan die quote, wat je net zei, zo mooi zei erachter. Hè? When the most commonly reported source of stress in people's life. Overlap with the greatest source of meaning. It is clear that stress may even contribute to well-being. En dat is zo. So Weet je, dat is, dat is waar, waarom je leeft, ja. weet je wel, je relatie en rollen. Dat als, als dat, als je niet, laat ik het zo zeggen, als je bij die laatste, als je zegt, hé, hey, die twee mensen wil ik niet terug en die rol wil ik ook niet terug. Zei, nou, mooi inzicht, maar hè, die er dan uit, afscheid nemen. Um, maar dan, hé, hey, dat clubje wat je over hebt, dat is je leven. En als dat niet betekenisvol genoeg is nee. om het positief te maken, echt? dan gaat er echt iets mis. Ja. <laughs> ja. Uh, ik ben benieuwd, en misschien uh, hebben we er al eentje uh, genoemd, maar ik heb ook jou gevraagd, Timo, om drie boeken te bedenken die ja, op jouw reis als mens uh, van indruk zijn geweest, van ja. invloed zijn geweest. Ben je een lezer eigenlijk, zo Nee. Nee, nee, precies. Nee, nou, het viel me op. Nee. Ja, toen ik, ik dacht van ja, je hebt ook, uh, want er zijn ook uh, genoeg gasten geweest die hebben gezegd: joh, ik, uh, ik heb helemaal geen boeken. En het viel me wel op dat je een aantal keren uh, ook een podcast aanhaalt. Ja, in plaats van een boek. Ja, dat uh, ik, ja maar dat ja, vond ik wel ja, een Maar he? ik heb wel drie boeken. Dat wel. Ja, nee, okay, yeah, wel. Okay. Ja, die heb ik wel. En die zijn ook echt belangrijk geweest. Um, eerste boek, uh, Think and Grow Rich. Wordt denk ik, ik, word, ja. word denk ik veel genoemd. Um, maar dat is wel, weet je, ik ben, ik ben opgevoed met, um, je kunt alles bereiken wat je wilt als je er maar hard voor werkt. Ja. Hij heeft dat laatste twee kanten natuurlijk. Maar um, daar ben ik mee opgevoed. En nou, laat, vind ik dat voor iedereen, weet ik niet, maar ik leef het. Ja. Dus, eh. En daar komt ook wel nee, de. de Growth mindset. Uh, dat zit daar even, zo ja, mooi in. Ja. En weet je dat je dingen visualiseert en dat het ja. niet alleen maar gaat om manifesteren, maar dat je een plan maakt. Hè? Want ja. als vandaag de dag kan dat ook wel eens een, een likje verf gebruiken, het manifesteren. Ja, uh, weet je, daar, daar mag een duidelijk plan bij. En wat zijn dan de leefregels en wat voor persoon wil je zijn? Weet je wel, dat staat super krachtig in dat boek. Ja. En ik heb dat, uh, ik had dat boek niet gelezen als ik niet naar een tweedaags event van Michael was geweest, want daar moest je dat boek voor lezen. Ja. Dat was zo'n ja. business editie. Ja. Uh, toen heb ik hem alsnog eerst als audioboek. <laughs> geluisterd. Ik heb hem later wel een keer weer helemaal gelezen. Maar dat is voor mij echt. Uh, dat was ook zeg maar mijn overgang van loon-dienst, fysiotherapie. Uh, naar ondernemen. met mijn opleiding, mijn stichting en het spreken. En dat boek, ja, is daarin alles voor mij. Ja, zeg okay. maar. Dat heeft echt start. Je al die spirit gegeven. Echt om die het vliegwiel van: als ik het doe, doe ik het zo. Want je kunt natuurlijk. Je kunt op heel veel manieren ondernemen ja. en ik vind de, de filosofie achter waarom je onderneemt en wat voor persoon je wil zijn, dat is in dat boek, dat past zo goed bij mij, ja. dat was uh, perfect. Snap ik, en dat is dus een jaar of tien geleden of? Uh... Nee, veel korter, vier. Oh vier, ja, dan heb je het snel gedaan. Ja, ik ben wel, ik ben nou mijn uh, uh, inmiddels goede vriend, uh, maar, maar ook coach. Um, die zei: jij moet echt beter leren plannen. Want alles wat je over vijf jaar plant. is binnen een jaar gebeurd. Ja, ja, ja. Dus dat uh, ben ik nu aan het leren. Ja, nou, dat is een goede speler. <laughs> ja. Oké, okay, Thinking Grow Rich, duidelijk. Uh, boek 2. Boek 2, heel andere categorie. Um, Remco Klaassen, verbaal meesterschap. En waarom? Um, ik heb ergens gek genoeg altijd wel iets gehad met het thema verbaal meesterschap. Dus. Verbale kracht. Ja. Uh, je goed verbaal kunnen uiten. Uh, uh, steeds meer een fascinatie voor het, het maken van mooie zinnen. Uh, goed discussiëren. Ja, ja. Goed, goed ik je Ik vind het grappig uiten. omdat juist. En ik, dat kan dus blijkbaar wel hand in hand gaan. Terwijl jij juist bent van het voelen. En letterlijk. Hè, maar ja. Als fysiotherapeut. Ja. Uh, nee, ik, ja. Ja. ja, maar die twee gaan mij heel erg samen. Ja. Dus. Uh, mijn opleidingen uh, voor specialisten zijn ook heel kennisdicht. Als je die kennis beheerst heb je ook een sterker onderbuikgevoel wat er met iemand aan de hand kan zijn. Ja. He, dus als ik en leer over darmklachten en slaapproblemen en al die dingen, dan kan mijn onderbuikgevoel dat uiteindelijk ook zeggen, zeg maar. Dus voor, voor mij, ze staan ook los van elkaar, maar, maar ze, werken, ze hebben elkaar zijn. wel vast, zeg ja, maar. Ja, ja. En dat verbaalmeesterschap, dat ik kom uit een uh, opvoeding met, uh, als in mijn... Mijn zeg maar jeugdcultuur, mijn puberteit met opgezwollen, jiggy-jay, winnen. Zeg maar, voor mij de goede kant van de Nederlandse ja. hip-hop. Um, dat heeft er altijd al ingezeten, dat stukje uiten, dat stukje expressie. Um, in de opleiding vond ik het al mateloos interessant. Ja, en als je dan nu kijkt nog naar Nederland, spreek het Nederland. Dan heb je Remco Klaassen, Jan Jan ja. Zetten, Jos ja. Burgers. Weet je, dat zijn wel, wel de, de drie gasten die ergens een keer met pensioen gaan. Waarvan we nu zeggen, dat zijn, uh, dat zijn, dat zijn de, de beste sprekers. Ja. En in dat boek. Laat Remco echt zien van hé, hey, dat spreken, mensen raken, mensen geboeid houden, is, is ook een soort van wetenschap. En, en dit, hij reikt gewoon heel veel tools aan in dat boek. En dat is voor mij wel het begin geweest van: oh ja, wacht even, dat is wel, dat is wel heel vet. Um, ja, dus wat dat betreft is die ook heel vormend geweest. Ja, ja op, een hele, op een heel ander vlak dus. Ja, maar uh, nou ja, ook weer niet heel anders, want ik bedoel dat het toch ook, jij bent ook spreken. Ja, ja, het is echt een onderdeel van: wie van ja. ik ben ook, ja. Ja, ik kan dat ook niet los van elkaar zien. Ah, ja. Oké, okay, en dan het derde boek. Ja, die is, ik ga, ik heb echt, ik vond het echt heel grappig. Ik heb de auto echt lol gehad. Uh, maar als ik aan drie boeken dacht, dacht ik dus aan Vinken Growwitz. Veel Meeschip van uh, Renko Klaassen. En Jij bent de liefste van Hans en Monique Hagen. Dus niet Jij bent de liefde van, uh, van uh... Uh, god, <laughs> briljante vent. En ik ben even helemaal zijn naam kwijt. Uh, Dr. Potverdorie. Dokter is dat ja, 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 Jij bent de liefste. Ja, ja. ja. Maar Jij bent de liefste. Dat is van Hans en Monique Hagen. Ja. En dat is een uh, ja, kinder, kinderdicht uh, boek. Maar die, die gedichtjes, die zijn zo simpel okay. en zo goed... Okay. dat daarin voor mij zowel dat verbale meesterschap... maar ook ja, gevoel... Poëzie, zo, dat komt voor mij in zo'n simpel boekje helemaal tot leven. Die, die, die prent in dat boek vind ik ook briljant. Um, maar dat, ja, dat, dat kan me echt raken. Als ik mijn kinderen voorlees bijvoorbeeld, dan. En, uh, ja, sorry dan. Ja, dan, dan, dan kan ik, ja, dan kan ik bijna, bijna mezelf daarin verliezen. Dat ik gewoon voor ze wil springen ja, en ze dat zo ja, ja. wil voordragen. Van zo hoor je in het leven te staan. Of weet je, zo hoor je teksten voelen of zo. Ik, ik kan niet zo. Ik, ja, dat, dat, dat triggert bij mij echt iets. Leuk. En um, is het ook toen pas op je pad gekomen, of is het iets wat je van vroeger kent, dit boek? Die ken ik niet van vroeger. Eh? En als je me nu vraagt wie heeft je cadeau gegeven, weet ik het ook niet. Nee, nee, nee. Ik denk dat het voor in het boek staat, dus ik ga vandaag eens kijken. Maar het zijn zulke leuke, eenvoudige, ook wel bijna, bijna filosofisch poëtische gedichtjes. En dat is ook wel in mijn carrière, het gaat, aan de ene kant is het heel kennisdicht. Ja. Aan de andere kant is het heel erg gevoel. En ik ben nu ook op een punt in mijn carrière dat ik, ik, ik heb een missie die is zeker groter dan mezelf. Alleen ik begin dat nu met dat boek en met nou, dit soort podcasts. Ik begin dat steeds meer te voelen dat het zo is. En ik krijg berichten van mensen die zeggen, jemig man, dat, het heeft me zo geholpen. En ja. die dingen komen nu zeg maar een beetje binnen na acht jaar lang keihard ondernemen en dingen en je product slijpen. En, uh, en, hoe, en hoe zou je de missie omschrijven? Is dat echt stress omarmen? Of nou ja, nu heb ik hem zelf. Nou, mijn, mijn echte missie is Nederland klachtenvrij in drie generaties. Ja, oké. Okay. En um, ik heb namelijk een fascinatie voor de klachten. En uh, je kunt zeggen, ja, maar dan moet je, je moet meer preventief gaan werken, moet je klachten loslaten. Maar er is bijna niemand meer zonder klachten, dus nee. kun je dan nog preventief werken, is dan, uh, is dan de vraag. En wat ik heel erg zie in deze westerse maatschappij, ik wil ook heel graag als uh, fysiotherapeut, als mens, dat mensen goed bij hun gevoel zitten, dat ze doen waar ze vrolijk van worden, dat ze niks geven om meningen van anderen, weet je, dat ze gewoon sterke keuzes maken. En wat ik zie. Ook in wat al die behandelaars aan casussen aan mij terugkoppelen. Want ik krijg zo 700 casussen per jaar terug die ik nakijk als, als, als input ook. En wat ik heel erg zie, um, als je iemand met heel veel klachten... Hè, laten we zeggen, iemand heeft een auto aandoening uh, ziekte van Crohn, heeft een laag energieniveau, heeft veel klachten. Als je die vertelt, uh, joh, je moet gewoon noem waar je vrolijk van wordt. Ja, dan, dan is dat niet een, niet een vruchtbare grond om dat tegen iemand te zeggen. Nee. En wat ik zelf heel erg heb ervaren, en wat ik ook heel erg zie bij die, bij die specialisten, met die kazen die terugkomen. Als mensen dan de helft of soms wel 75, 80 procent minder klachten ervaren in een vrij korte tijd. Dat kan vaak wel in vier of acht weken. Dus die klachten die worden minder, dan openen mensen weer. Weet je wel, dan zijn er mensen die in één keer de maand daarna geswitcht zijn van werk ja. of die uh, toch uh, zeggen: van joh, weet je, mijn passie ligt in dit product en uh, ik ben maar gaan verdiepen in een online winkel of ik ben het op een marktje gaan staan of ik ben in mijn, uh, in, in, met mijn gezin aan tafel ben ik toch dit gaan doorzetten omdat ik daarin geloof. Weet je, dus die grote veranderingen die gebeuren bij heel veel mensen als klachten afnemen ja. en daarna zie je vaak dat mensen veel beter voelen in hun lijf, veel betere keuzes maken. Um, dat, er, ...dat er veel meer ruimte is voor zingeving. Dus daarom is het mijn strategie van... ...hé, hey, eerst maar eens klachtenvrij. En daarna laat ik zelf een beetje mensen los van... ...oké, okay, dan, dan, dan maar weer zelf. Ja, ja, ja. Um, maar dat stukje klachtenvrij ben ik gewoon heel goed in. Ik doe dat met de opleiding als spreker. Um, en we hebben sinds twee jaar met een groepje cursisten... Um, ...een stichting... Uh, waar we workshops geven in het basisonderwijs. Eh, dus uh, veel te veel kinderen met slaapproblemen, uh, pijnklachten, uh, slecht in stress. Ja. En uh, daar hebben we een reeks workshops voor ontwikkeld, die hele mooie resultaten geven. En dat willen we uiteindelijk in de leerlijn natuurlijk continueren naar middelbare school en uh, et cetera. Uh, maar stapjes tegelijk. Dus ja, ik heb echt iets met die klachten. Ah. Dat is uh, vooral om het effect wat het geeft. Er zijn een paar dingen die ik nog zeker even wil noemen. Zoals, daar is het Avas. Ja. Nee, dit is een goeie om altijd uh, vanaf nu uh, eventjes langs die uh, meetlat te leggen, eigenlijk. Dat is zo lekker. Ik krijg het tegenwoordig zo lekker uh, uh, ook. LinkedIn, maar ook nadat ik bij Arie Boosman was geweest, die had ook een snippet ervan gemaakt ja. op zijn socials. Zo lekker kritiek. Dit is niet hoe het werkt. Oh. En, het is, en het is heel veel mensen ervaren dat het wel werkt ook, maar het is altijd mensen die willen zeiken en zeuren, natuurlijk. Um, ja, want wat, wat ja want, want, want wat is Avas? Avas is um, uh, drie opties die je als volwassene kunt doen en twee opties die je als kleinkind kan doen. Even kort de bocht. Um, ik koppel dat aan de wijze uil in de muppet. Dus elk individu heeft. Uh, een stem in zijn hoofd die zegt: uh, Dubbeltjes, nooit een kwartje worden. Uh, wat zullen anderen wel niet denken? Doe het maar niet. Uh, weet je, kom maar niet in actie. Ga je dromen ja. maar niet achterna, want dat is niet in onze cultuur. Bla bla bla. Voor mij zijn dat stemmen van de Muppets, van die onrustige wezentjes die zo tegen je, tegen je lopen te zeiken. Maar je hebt ook een stem van de wijze L. En de wijze L is een stem die fluistert. En hè, die zegt: Je bent goed genoeg. Je bent een mooi mens. Weet je, doe maar. Hè, ga maar. En als wijze L kun je in elke situatie, hoe je maar bedenkt. Je kunt maar drie dingen doen. Je kunt een situatie die je niet zint, kun je gewoon even accepteren. Als je weet, joh, dit duurt nog een maand of twee maand, dan ga je hem echt accepteren. Dus niet klagen, maar gewoon dit is zoals het is. Als de situatie te lang duurt en je denkt, ja, dat accepteren, daar kan ik niet meer. Dan is de volgende stap veranderen. En dat vinden mensen heel lastig. Dat vind ik ook heel lastig. Veranderen is ook heel moeilijk. Um, maar ja, dat heb je dan te doen. Een moeilijk gesprek aangaan, een knoop doorhakken, je kwetsbaar opstellen. Uh, weet je, uh, kennis inkopen, je laten coachen, whatever het nodig is, maar veranderen. En als je niet kunt accepteren, niet kunt veranderen, ja, dan wordt het tijd om afscheid te nemen. En daarmee bedoel ik niet afscheid nemen van het leven. <laughs> daarmee bedoel ik uh, switchen van baan. Ja. Uh, uh, niet doorgaan met een vriendschap. Uh, weet je, dus gewoon knopen ja. doorhakken, waardoor je de tijd die al zo schaars is. Uh, wel behoud voor, voor de juiste dingen. Dus en accepteren, veranderen, anderen, afscheid nemen. Of afscheid nemen. Dat is Ava. Ja. En wat gebeurt er als je uh, niet in je wijze L kunt blijven? Dus je kunt niet accepteren, veranderen of afscheid nemen. Dan ga je naar je Muppet. Dat is vast met dubbel Z. Dan ga je zeiken en zeuren. En dan wordt het aan het eind van de werkdag, ja. Wat een dag weer. Ja, die collega's deden weer allemaal dit. En die vergadering weer zo'n strakke deadline. En het is al zo druk. Ja, nou kan ik vanavond echt niet gaan sporten, want ik moet mijn mail checken. Blah, 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 blah. Ja. Ja, en nou, we ook vanavond een filmpje gaan kijken. Maar juist vanavond waren de kids zo moeilijk met naar bed gaan. En nu ben ik helemaal op en dan hang ik er niet meer van. En allemaal dingen die voorkomen en die menselijk zijn. Um, en dat mag hè? Ik doe ook af en toe even lekker klagen. Maar de vraag is wederom: um, wie wil je zijn? Dus je kunt niet, mijn inziens niet, 100% in wijze uilenmodus doorbrengen. Hè? Er zit een bepaalde bandbreedte in en je springt er gewoon af en toe uit. Maar hoe lang wil je eruit springen? Weet je wel? Wat, wat wil je nou doen? Wat voor voorbeeld wil je bijvoorbeeld zijn voor je kinderen of voor je vrienden of voor je partner of als je in de spiegel kijkt? Weet je wel? Kun je dan zeggen dat je naar eer en geweten um, handelt? En dan is AFAS heel makkelijk, um, hey, ik merk dat ik aan het zeiken en zeuren ben. Oké, okay, ik kan het klaarblijkelijk niet accepteren. Ga ik veranderen of ga ik afscheid nemen? En dat, ja, heeft, dat, dat hoofdstuk heet volgens mij ook tien, tien jaar levenservaring in een jaar. Ja. Voor mij he, geeft dat echt dat gevoel. Als je daar goed in wordt, dan weet je ook binnen een jaar uh, welke vrienden echt je vrienden zijn. Uh, en of je het werk doet wat je echt leuk vindt, ja. uh, et cetera. En dat is, dat ja. is gewoon heel waardevol. Ja. Uh, die wijze uil, ik stel vaak de vraag: hoe train je intuïtie? En eigenlijk in, in, in jouw termen. Want ik denk dat die wijze uil wel een beetje de stem van de intuïtie is, als ik hem zo ja. mag vertalen. Hoe zorg je ervoor dat je, ja, dat je de wijze uil meer hoort en dus meer naar hem kan luisteren? Wauw, flinke vraag om aan mij te stellen, zeg. <laughs> hoe train je intuïtie? Ja, um, ja dan moet ik, moet ik naar wat ik doe. Um, Eén, ik zorg ervoor dat ik zo dicht mogelijk bij mijn setpoint blijf. En het setpoint is uh, jezelf in het midden met zes balletjes eromheen. En daarin staat slaap en stress en ademhaling en voeding en het immuunsysteem en bewegen. En heel veel mensen denken dat die dingen je overkomen, maar die kun je controleren. Je kunt beter worden in ademhalen, je kunt uh, sporten, je kunt je immuunsysteem versterken. Je kunt, weet je, je kunt van alles en als ik al die domeinen zo binnen 80, 90 procent hou... dus weet je, ik ga ook gewoon af en toe lekker uit mijn dak... en ik eet ook wel eens uh, oranje Tony Chocoloni... en ik eet ook wel eens zo'n lekkere Magnum Bucket uh, Caramel Seasalt. Uh, ja, zeker weten. Um, alleen de vraag is weer, weet je, hoe vaak ga je dat doen? Want als ja. je dat te vaak doet, dan ga ik zeg maar van mijn setpoint af... En uh, ja, daar wordt het voor mij heel lastig om bij mijn intuïtie te blijven. Dus uh, mijn valkuil in mijn setpoint is voornamelijk suikerconsumptie. En als ik te veel suiker consumeer, helemaal in mijn, mijn lijf zoals die nu is, want ik zit de laatste tijd echt lekker bij mijn setpoint, ook in de spiegel denk ik, weet je, hey, deze gast is ook gewoon fit en dat is echt een weerspiegeling van wat er binnen gebeurt. Uh, dat voel ik in alles. Maar als ik dan vaker suiker eet, oh, dan krijg ik hele duistere gedachten van mm en um, weet je dat gaat ook wel weer weg, maar niet als ik te vaak suiker eet. Dus ik heb dat zelf onder controle. Dus een hele belangrijke stap in mijn intuïtie um, is dat setpoint. Blijf daar dicht genoeg bij. Want ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht. Oh, ik zit er echt niet lekker in. En moet ik niet stoppen met wat ik doe. Maar dan had ik bijvoorbeeld al vier weken niet gesport. En na de eerste krachttraining en de eerste duurloop denk ik. Oh, dit had ik dit, nodig. Ja, dus dat is niet per se intuïtie. Maar het is wel voorwaarden scheppend. Voor ja. die intuïtie. Want als ik niet goed sport, niet op de juiste manier ademhaal, al die dingen niet goed genoeg doe. Um, dan voel ik niet eens dat ik, weet je, kan dromen of plannen kan maken, want dan voel ik me niet krachtig genoeg. Dus ik vertrek altijd vanuit een bodem van kracht. Ik zag dat in een podcast. Ik denk van Louis Holmes of zo, weet ik niet zeker. Um, daar was iemand die zei: hey, als je op het punt staat een besluit te maken, maar je zit niet lekker in je vel, dan moet je dat besluit niet maken. Je moet nee. überhaupt niet denken aan dat besluit. Nee. Weet je? je moet zorgen dat je hoog in je energie zit, dat je je lekker voelt, en op het moment dat je dat je het ziet. Dan moet je het besluit maken, ja. weet je, want dat is nogal. Want je gaat bijvoorbeeld besluiten wat je de komende jaren als strategie met je werk gaat doen. Ja, dan moet je wel, dan moet je een goede spirit voor hebben. Um, dus dat is voor mij een hele belangrijke. En dan zit ik eens te denken aan: is er dan nog meer voor mij? Ja, weet je, ik heb ik heb die combinatie van. Ik heb ik heb echt de overtuiging um, dat ik de beste ben in wat ik doe. Bam. En dat is niet. Tegen anderen, ik ben beter dan jou. Nee. Maar nee, ik ben de beste in wat ik doe. Dus ik zat drie jaar geleden bij het event van Robert de Vries, van Sprekers van de Toekomst. En daar openden ze een zaal van honderd sprekers. Hè, die, die daar kwamen leren van: hé, wat is er nou voor nodig om, uh, om op het podium te staan? En uh, daar openden ze met: joh, van de honderd mensen hier gaan er maar drie het maken. En het eerste wat ik denk, benieuwd wie de andere twee zijn. Dat is echt, en dat was niet altijd zo, want ik ben vroeger gepest nee. en ik kom van een hele onzekere kant. Ja. Maar dat, dat is zo. Zo, zo ben ik. Als mensen ook zeggen: wie is de beste spreker op het gebied van stress? En dan moet je mij hebben. Ja, moeten we jou zetten op dat podium? Ja, echt. En voor mij is dat heel belangrijk, want um, heel veel mensen hebben bij intuïtie wel eens van: oh, nou, misschien is dat een beetje een te stoute droom, of misschien kan dat niet. Ik heb dat niet. Als ik voor me uitkijk, dan zie ik inderdaad theatertoeren en ik zie een arena vullen voor de stichting met kids, met vette mensen op het podium. En ik sta daar ook wel op het podium. Ik weet niet wat ik ga doen, maar ik weet wel dat ik er sta. Ja. Weet je wel, zo. Dus voor mij is die combinatie heel belangrijk. Heel dicht bij mezelf blijven, um, uh, weten dat ik het kan. Ja, en toch ik, ik kan gewoon heel goed voelen. Als ik voel dat het goed is, dan heb ik de, de afgelopen jaar op kunnen vertrouwen dat het goed is. Hmm. Dus ik ben nu ook zakelijk. Ik ben een paar investeringen aan het doen, waarvan je op de bankrekening kan zeggen, God. Is dat, is dat nu zo slim of moet je even wachten? Maar ik weet hoe dat gevoel voelt als ja. iets juist is. En ja. dat, dat, daar vertrouw ik heel erg op. En dat blijf ik doen. Dus, dus dat, ja, ik, ik, ik gun iedereen dat in levenservaring. Dat, weet je, dat, ik, laatst moest ik ook een knoop doorhakken. En uh, dan begonnen mensen tegen mij te zeggen: moet dat niet sneller? Of moet je dat? Ik zei nee, ik, ik weet hoe het voelt als dat moment komt. Mm -hmm. Ik kan je niet. Ik kan niet zeggen het komt volgende week, nee. <laughs> maar als ik het weet, weet ik het. En, en die drie dingen samen, voor mij is dat intuïtie. Ja. En ik, ik leer daar ook elke keer in bij, hoor. dus misschien vertel ik over een paar jaar wel een ander verhaal. Maar <laughs> <laughs> dat en is het nu. En ik realiseer me ineens dat als het gaat over dat, dat goed voelen. Um, it, ja, is het zo dat jij met jouw verleden als, als fysiotherapeut eigenlijk tegenwoordig veel meer een soort... Mentale fysiotherapeut bent of hoe, uh, ja, hoe zie je die combinatie? Nou ja, ik, ik werk natuurlijk al lang niet meer als fysiotherapeut, nee. um, maar um, weet je wat je wel ziet? De, de fysiotherapeuten die bij de opleiding komen, die hebben hetzelfde wat ik ook heb. Van hey, het is allemaal zo protocolair en het moet in een half uurtje. Met het half uurtje moet je eigenlijk ook je administratie gedaan ja, hebben. Ja, ja. Het, is, het is geen mensenwerk meer nee. en het is wel waardevol om iemand wellicht met je handen te behandelen of om ze een oefening mee te geven. Maar dat stuk verbinding maken en um, uh, bijvoorbeeld zien dat de klant en wallen heeft en eczeem en dat je daar een goed gesprek over kan ja. hebben. omdat het het begin is van waar, 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 waar dan de oorzaak zit voor die persoon. Um, dat is mijn instinct heel erg zoek in de fysiotherapie. En um, ja, wat dat betreft. met dat ik inderdaad heel veel een voorkeur krijg voor het mindset-effect en zo. dat is wel veel coachender. Ja. Dus ik was heel erg fysiek. Ik ja. heb ook vier van de vijf jaar osteopathie gestudeerd. Dat is natuurlijk ook heel erg met je handen werken. Ja, ja, ja. En ik zou dat niet in de praktijk nu loslaten. Maar ik zou wel tijdens die behandelingen veel meer ingaan op mindset. En wat brengt dat je dan? En dat spiegelen. En, ja. en dat ja, soort ik denk zorgen. dat het goed hand in hand uh, gaat ja. namelijk. Ja, en er zijn heel veel specialisten die dat, die dat samen doen. En dat is gewoon een, gewoon een hele goede winst. Ja. Zeker. Ja. En hoe, uh, hoe spiritueel ben je eigenlijk? Ja, dat is een mooie vraag. <laughs> uh, ik kreeg gisteren een appje van iemand die zei: Ik wil graag met jou praten over um, hoe jij gezondheid, spiritualiteit en het helend vermogen van het lichaam ziet. En toen appte ik terug. Ik zal even oh, nee, dat is niet op deze telefoon. Um, toen appte ik terug. Uh, dat lijkt me een heel leuk gesprek. Want ik vraag me wel eens af of ik heel spiritueel ben. Dus daar kijk ik naar uit. En toen kreeg ik terug... oh, dan heb ik je totaal verkeerd ingeschat. Want ja, ja. Uh, ik zei, nou, het is niet... Uh, ik vind wel dat elk mens een spiritueel wezen is. Ja. Uh, maar ik zit zelf ook nog wel heel erg in de, of in de zoektocht. Ik laat het ook wel lekker gebeuren, merk ik. Maar ik geloof wel in het universum. En er gebeuren ook, ook op mijn pad dingen dat ik denk... ja, weet je wel, zo, zo, zo ontvouwt zich dat. Maar aan de ene kant heb ik ook ja, zo leren over, over ondernemen... Uh, ben ik zo overtuigd... pak ik zo overtuigd in het podium... dat ik denk van ja... Eh, mijn inziens gaat het hand in hand... maar als ik met hele spirituele mensen spreek... en misschien is het ook dat ik niet met de juiste mensen spreek... maar dan denk ik wel eens... oh ja, maar dat ben ik niet, zeg maar. Dus, dus ik... Ik, ik ben heel erg een generalist. Ik zit overal een beetje in het midden als mensen de uiterste mening hebben, dan, ik trek het altijd naar het midden toe, want ik vind dat je daar gelijk hebt. En daar heb ik dus ook nog een beetje bij spiritualiteit. Ik, ja, ja. ik, vind, het, ik vind het het magische van, van de natuur en, en, en energie. En dat je een ruimte binnenloopt en dat je denkt. hé, hey, hier is wat gebeurd. Ja. Dat vind ik prachtig. Ja. En als ik in mijn flow werk, gebeuren er ook de mooiste dingen. En dat ken ik toe aan het universum en aan dat soort zaken. Um, en tegelijkertijd denk ik ja. Ik ben ook gewoon heel goed in plannen en doen. En, en misschien is dat het ook wel. Dus ik zit zo nee, daar een beetje mee tussen. te dansen, ja. zeg maar, de ja, afgelopen ja, 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 jaren. Ja. Van, wat is dat? Ja. Ja. Nou ja, wat ik ja. net zeg, tegelijkertijd, als het gaat over stress. En, en ja, dat is dan toch ook een soort energie waarvan jij juist zegt: van ga niet mee in die negatieve energie, maar laat het voor je werken. Ja. Dat is aan zich, is, is dat ja. best spiritueel eigenlijk. Ja. Nou, ik vind, dat, ik, ik vind dat ook en ik geef heel erg om. om om het juist te doen. Om, om ergens. Voor mij moet ergens een bepaalde filosofie achter zitten. Weet ja. je, de, de, ik hecht daar heel veel waarde aan. Um, ja en daarin heb ik gewoon mijn ei met spiritualiteit nog niet helemaal gelegd. Dus ik ben daarin <laughs> nog, uh, Ik ben daarin... Nou ja, wat, wat ik al zei, ik, ik ben er een beetje mee aan het dansen. Van ik, ik, ik sta er heel erg voor open. Ik vind het leuk om met mensen erover te praten. En ik ben wel eens een beetje aan het kijken: van oké, okay, waar, waar sta ik dan zo ergens daarin? Zeg maar. Dat is een ja. beetje mijn, mijn huidige status. Ja, grappig. Nee, maar ja, omdat ik, omdat ik denk dat het allemaal zo is waar je het eigenlijk over hebt ook. Weet je wel, met stress als een kunst zien en niet iets dat je overkomt en als een monster opeet. Ja, dat zijn. Nou ja. Ja. De... ja, cool. Ja, ik neem dat weer mee in mijn uh, spirituele ja, rugzakje. Ja, 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 precies. Misschien zeg het alsof je in de auto denkt, joh, ik ben veel spiritueler dan ik nee, dacht. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> nee, nou ja, ik vraag me af, heb je ook dingen, ja, omdat je echt ook zo'n sportman bent, ben ik benieuwd, heb je ooit experimenten gedaan met dingen als truffel en ayahuasca of uh, dat? Ik heb uh, anderhalf jaar geleden een truffelceremonie gedaan. Oké, okay. ja. en wat, wat heeft het je gebracht? Nou, mijn doel daarvan was dat ik merkte, um, als vader en als partner, dat dat stukje onzekerheid in mij van het pesten, mm -hmm. dat dat nog veel groter is en dat ik daar niet snel genoeg in groeide. Nee, oké. Okay. Niet per se ongeduldig, dat maar... Dat bleef een soort oude wond, wat als dat aan werd geraakt, jouw uh, primaire ja, reactie. Ja, niet en dan er... werd ik uh, zagrijnig en klein en onzeker en boos en, okay. en ik denk, ja... Dat wil ik niet. Nee. En als we het dan over spiritualiteit hebben, weet je, ik geloof, als ik dat nu niet oplos, ik geloof wel dat ik dat doorgeef aan mijn kinderen ook, bijvoorbeeld. Dus ja, misschien ben ik ja. daar wat verschillende nou ja. dan Ik dacht, we komen, hier, we komen hier nog wel op leuke dingen. Nee. En um, weet je, ik, ik laat me coachen uh, op, op punten waar ik uh, tegen aanloop. Ik heb daar verschillende mensen voor en ik, ik zoek wel eens wat anders op. Um, en toen had ik het daar met een goede vriend over. En ik zei van ja, weet je, ik heb gewoon het idee dat ik daar met wat ik nu aan het doen ben. Uh, bijvoorbeeld uit de uh, transactionele analyse, weet je wel, dat vind ik een mega interessante stroming. Ik, zei, ik merkte dat ik er heel veel aan heb, maar ik kon niet verder. Nee. En toen zei hij, goh, uh, ayahuasca. En toen zei ik, nou, dat weet ik niet of dat mijn beste eerste stap is, als in dat helemaal die controle lost. Dus ik hoorde wel eens verhalen over, ik mooi. Toen bracht hij mijn aanraking met iemand die truffelceremonies deed en dacht ik, ah, dat is, dat is voor mij een, een lagere drempel om, om over te stappen. Dat, dat, ik, dat ja. voelde voor mij goed. En uh, ja, ik heb die ceremonie gedaan, ik was mega zenuwachtig en uh, het, was echt, het was echt een prachtige ervaring. Ik ben niet iemand die zegt dat moet iedereen doen, want nee. ik heb ook wel door als je er niet goed in gaat, dat dat wel risico's met zich meebrengt, dus, zo, dus dat, dat is niet mijn, uh, mijn, uh, mijn boodschap hier. Mij heeft het zeker veel gebracht, dat is, uh, daar praat ik openlijk over, dat is geen enkel probleem. mij uh, heeft me heel veel gebracht, tot op de dag van vandaag nog steeds. Dus het is een heel erg een onderdeel geweest van, ja. zeker. Ja. En wat is dat precies wat je zei? Want ik ken dat niet. Transactionele analyse. Transactionele analyse, ja. dat is... Heb jij dat, je hebt hier een hele mooie boekenkast. Ik heb al een paar titels uh, Ja, nee, maar dit. Uh, uh, ik, uh, ja. Het boek, het boek, De Fontein. Ja, ja, van Els, ja. Ja, nou, dat is zo'n beetje gestoeld op ja, transactionele ja, analyse, is, dus dat ja. is heel erg. Um, um, wij hier nu aan tafel, jij bent je volwassen, ik... Maar je bent ook uh, je ouders met overtuigingen van je ouders. En je bent ook een kind die dingen ervaren heeft. En die, kan ja, ook, eh, die ja. kunnen allemaal meespreken. En als wij hier gewoon als volwassenen zitten, hebben we een heel fijn gesprek. Maar als ik iets zeg waardoor je aan je kind deel geraakt wordt, dan ga je, weet je wel, dat doen. Dus dat is heel erg uit dat boek ook, De, de fontein. komt. Ja, ja. Ja. Uh, misschien moeten we nog even praktisch. Uh, want ik heb nog twee dingen dat ik denk, nou, laten we het ook weer even gewoon <laughs> over voeding en slaap hebben. Uh, even kijken, drie beste slaap. Oh ja, dat vond ik wel nog opvallend. Drie beste slaapadviezen. Nou, dan komt er één uh, ademhaling. Uh, en dan komt er uh, vitamine D. Ja. En dat vond ik wel gelijk, dat ik dacht: nou, er is juist heel erg een uh, ja, soort ding aan de hand met of uh, supplementen wel of niet goed zouden zijn. Uh, jij bent daar heel stellig in als het gaat over een goed advies om te slapen: vitamine D. Het is natuurlijk, het is natuurlijk kul dat supplementen geen waarde hebben. Um, ik snap wel waarom specialisten zeggen: hey, we moeten daar wel een beetje mee oppassen. Weet je wel, elke groer heeft zijn eigen supplementenlijn. En als er maar iets aan hype is, dan heeft die persoon ook in één keer dat in een potje. Ja. En we moeten ons wel afvragen of dat een effect heeft. Maar als we algemeen kijken naar supplementen, naar uh, omega 3, uh, naar magnesium naar vitamine D, weet je wel... dan kunnen we er wel naar streven om dat op een natuurlijke manier te behalen. Maar dat is in deze maatschappij wel heel lastig. Dus ik vind er wel... Um, daar is zeker wel een plek voor. Als we mm -hmm. dan kijken naar onderzoeken naar uh, vitamine D... dan is er inderdaad, weet je... het onderzoek waar ik in ieder geval naar verwijs in het boek... en er zijn nog wel wat meer van die onderzoeken die te laten zien. Uh, mensen die echt slecht slapen... Hè, dus echt maar vijf uur per nacht... Uh, die heel lang wakker liggen, piekeren bijvoorbeeld ook... Uh, soms wel tot een uur... Um, die groep wordt opgesplitst. Die hebben zo gemiddeld 60 millimol uh, vitamine D in hun, in hun bloed. Dat is een waarde. En mm -hmm. in Nederland um, is de ondergrens 50. Eh, dat is wanneer de huisarts zegt dat is voldoende. Daar gaan we het zo nog wel over hebben. Want de ondergrens en de streefwaarde is nog wel even wat anders. Um, maar die, je hebt in ieder geval een groep mensen die heel slecht slaapt. Heel kort. Um, en ligt heel lang wakker. Ja. Eén groep heeft voor Nederlandse begrippen gewoon een voldoende vitamine D. De andere ook. Alleen die ene groep die gaan ze opkrikken naar in totaal 90, 95 uh, millimol. En wat zie je bij die groep? Al vier weken later liggen die niet gemiddeld een uur wakker, maar maar een half uur. En de enige interventie is vitamine D. Dus het is ook een variabele aan het piekeren. Hè? Want, want die mensen zeggen ik lig wakker omdat ik pieker, omdat ik niet kan slapen. Maar met vitamine D doen ze het nog maar een half uur. Ja. Dat is een interessante. Ja. Dat is niet iedereen die piekert heeft een tekort aan vitamine D. Hè. Laten we niet, niet uh, die uh, kwakzalver weg afgaan. Maar dat, dat geeft wel aan dat er heel veel fysieke relaties zijn voor mentale problemen. Dat wil ik wel even aanstippen. En die gaan niet maar vijf uur slapen uit mijn hoofd, maar 6,5. En, en anderhalf uur extra slaap. Mm. Dat, is, dat is een hele cycli, ja. zeg maar. Dat, ja. dat is nogal wat. Ja. En in dit geval gewoon alleen uh, door vitamine D. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En, Waarom heb ik het? Ik heb het in mijn boek ook wel, vind ik in ieder geval netjes beschreven, maar wat is het probleem vandaag de dag? Eén, um, ook het voedingscentrum zegt gewoon: de meeste mensen hebben een te laag niveau aan vitamine D. He, dus dat is helemaal niet dat is vrij regulier ja. om dat ja. gewoon te concluderen: niks extreems. Um, de medisch specialisten in Nederland die onderzoek doen naar vitamine D, die zeggen ja, we hebben een ondergrens en dat hebben we gezet op 50. Alleen, wat gebeurt er nu? Huisartsen zeggen vanaf 50, het is gewoon goed. En eigenlijk vinden we 40 vaak ook al oké, okay, dus we zijn daar helemaal niet zo kritisch op. Maar de streefwaarde is 75, ligt oh. daadwerkelijk veel hoger. En specialisten uh, zeggen bijvoorbeeld: 80 is prachtig. Dus vanaf 80 wordt het mooi. Uh, 90 is machtig, zijn ze een beetje van die quotes. Uh, maar huisartsen weten het ligt tussen de 50 en 150 minimal. Alleen vandaag de dag hanteren we heel erg op die ondergrens. Ja. Alleen om goed te slapen, in dit onderzoek althans, was het al 90-95. En daar zit eigenlijk geen enkele Nederlander. Dat is toch echt niet, dat, die, die komt daar praktisch niet. Dat betekent niet, je moet nu blind allemaal maar potjes kopen en dingen. Dat betekent gewoon, um, als je geraakt wordt uh, door wat er in het boek staat, of je herkent jezelf daarin, um, ga eens naar de huisarts. Ik uh, zoek even een kort kopje hoe je dat kunt uitleggen aan de arts, want die zitten niet te wachten op dat mensen maar zelf zeggen, hé, hey, je moet even mijn vitamine D prikken, want die zijn zelf ook specialist natuurlijk. Die denken, ja, hallo, mag ik zelf ook nadenken? Um, maar als het dan lager is, loont het gewoon heel erg om eens te kijken, wat gebeurt er als ik het opkrik? Dat is, dat is een hele belangrijke. En het valt natuurlijk mooi samen, hè? want een goed bioritme, dus een, een sterk intern ritme om goed te slapen. Ja. Um, een van de voorwaarden, omdat de creëren natuurlijk ook gewoon heel veel buiten zijn. En heel veel buiten zijn, is dus automatisch ook meer vitamine D. Ja. Tenzij je zonnebrand smeert, veel tatoeages hebt. Ja, dat <laughs> nou, heb je zelf. Nou, dan ja. weer niet. Um, dus op zich gaan die dingen wel best <laughs> wel mooi hand in hand. En, en als het gaat over voeding, moeten we toch nog even: jij bent als ik ja, wel een voorstander van vast ook. Ik ben heel erg voorstander van voedingsrust. Ja. En um, ja, ik, uh, Er kwam nu een uh, review over mijn boek uh, uit uh, van uh, Frank Watching. En een van de eerste resultaten van iemand was uh, intermittent fasten is een onderzoek dat dit en dit en dit heel risicovol. Oh, dat labeltje intermittent fasting is echt zo kut geworden. Want ja, ja, ja. Mensen plakken er alleen maar negatieve, extreme ja, associaties ja. aan. Het gaat er gewoon om dat je rekening houdt met uh, dat je niet te vaak dingen in je mond propt. Plat gezegd. Nee. Dus het lijf heeft gewoon een periode waarin het gaan eten wil en een periode waarin het rust wil. Ja. En uh, inderdaad in het boek verschillende methodes. Maar weet je, je kunt zeggen ik eet tussen tien en zes. Ik eet tussen twaalf en acht als je wat later naar bed gaat. Maar um, het is ook gewoon wetenschappelijk al goed onderbouwd dat je die drie, vier uur voor je slaap wil je liever, liever niet eten. Je nachtrust wordt daar echt beter van. Ja. Um, en ik snap wel, juist in periodes van stress denk je een borreltje, dingetje, borrel, hapje erbij, even lekker mezelf tracteren. Um, alleen wordt dat de gewoonte, ja. dan verandert de stressvolle situatie in eerste instantie niet. Nee. Je slaapkwaliteit wordt lager. Met als netto rendement dat je veel meer stress ervaart. Dus ergens wil je die, ergens wil je die doorbraak maken. En ja, ben ik groot voorstander van uh, lagere maltijdfrequentie. Gewoon, gewoon binnen, hou het binnen een bepaalde tijd. Weet je, wel? geef je lijf de rest van de tijd gewoon zijn rust om belangrijke dingen te doen. Heb jij, uh, want dit is eigenlijk al een onderdeel, of is dus eigenlijk juist geen onderdeel misschien van jouw ochtendroutine. Ontbijten? Ja, <laughs> nee, ontbijten zit er nee, niet ontbijten. Nou ja, ik ontbijt wel. Uh, want ontbijten in de Nederlandse uh, taal. Breakfast. Ja, breakfast is ook ontbijt. Hè? Ja. Dus ontwaken, ontbijten. Bijten is letterlijk van je tanden ergens inzetten, ja. dus ontbijten. Uh, maar dat doe ik inderdaad rond tien uur s ochtends. Ja. ja. Dan breek je de vast. Dan breek ik mij vast. Ja, oké. Okay. Ja. Maar hoe, uh, heb je een ochtendroutine? Um, ja, uh, mijn ochtendroutine is uh, heel erg gestoeld om de kids. Dus ja. ik, ben een, uh, ik ben een vroege vogel. Uh, met met dit weer uh, uh, mijn oudste dochtertje ook, uh, dus het wordt gewoon vroeg licht en zij is gewoon tussen zes en half zeven wakker. Ja. Dus mijn ochtendritueel is heel erg gestoeld om uh, mijn dochtertje en dat is heerlijk. En uh, ja, weet je, dat, dat, daar geniet ik heel erg van en ik ben ja, net weer een beetje met mijn workflow bezig. Maar ik ben niet iemand die standaard in de ochtend uh, journal, sport uh, dingen doet. Ja. Ik ben iemand die uh, streef naar dichtbij zijn setpoint zit en dan laat ik het ook gewoon gebeuren. Dus um, eerder heb ik mezelf wel de overtuiging opgelegd... ik ben ochtends het meest creatief, dus moet ik ochtends content maken. Ja, maar als ik me dan niet creatief voel, dan zit ik mezelf in de weg. Dus um, dat heb ik echt heel erg losgelaten. En ik heb een to-do-lijst en ik heb wel een aantal dingen die elke week moeten gebeuren. En als ik ochtends, weet je, als ik door het, uh, door het ritueel met mijn dochtertjes heen ben... Uh, dan pak ik gewoon waar ik het meest vrolijk van word en ja. dan start ik. En als mijn energie een beetje wegzakt, vaak is dat nog voor het ontbijt, uh, dan ga ik dan eerst sporten en dan breek ik me vast daarna. En ja, dus ik, heb daar niet, uh, nee. ik ben daar niet van een sterk, sterke ochtendroutine. Nee, 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 nee. Ik nee. ben wel iemand die um, elke avond wel uh, drie dingen bedenkt waar ik heel dankbaar voor ja. ben. Dat soort zaken doe ik wel. Nou, dat is voor uh, jou, is dat, vind ik wel mooi. Dat is voor jou een soort zekerheidje en ik, dat vond ik ook wel grappig... ...omdat ik gewoon dacht, ja, maar gast, het is gewoon best wel moeilijk. Voor jou is het blijkbaar een soort routine. Uh, je hebt niks nodig en je hoeft alleen maar te denken aan de mooiste momenten van de dag. Appeltje, eitje uh, om elke dag. Maar ik dacht, ja, kijk, het, als je het gewend bent, dan weet je niet anders. Maar ik vind die drie dankbaarheidsdingen, ja, ik vergeet het dan echt. En juist op momenten dat je het het meest nodig zou hebben. Ja, dat ja. zijn niet de momenten dat je denkt... oh ja, nu ga ik even mijn dankbaarheidsdingetjes doen. Ja, maar op het moment dat je toch het, het minst lekker voelt... ligt er ook met een minder lekker gevoel in bed. Ja, nee, dat bedoel ik. Maar dus, dus, dat... Dan, dus dan hoef je alleen maar die... Dat, dat balen of dat wakker liggen... hoef je alleen maar te koppelen met... hé, hey, laat ik niet aan negatieve shit ja. zo denken... maar laat ik aan positieve, ja, mooie dingen denken. Ja. Dat, voor mij is dat een heel makkelijk 1-2'tje. Wel is het zo, dat herken ik wel... Als ik dieper in een belemmerende overtuiging zit en ik zit negatief, um, dan kan ik het ook wel expres moeilijk maken. Zo van: ach, moet je zien hoe zielig ik ben? Weet ja, je? En dan blijf ja, ik daarin. daarin ja. Terwijl, weet je, als je daar bewust van bent, uh, je maakt een paar ademhalingen of je gaat eerst nog even een rondje wandelen of zo, of wat dan ook. Um, weet je, iedereen weet wel van: joh, Je moet de dag niet afsluiten met, met, met negatieve zooi. Nee. En voor mij is het echt niet dat ik vanaf het moment dat ik dankbaarheidsoefeningen deed, wow, dit voel ik en uh, wat is het een eye-opener, echt niet. Maar het is wel zo, bij mij ook het besef en dat was van een psycholoog die zei, joh, um, als je nou eenmaal de dag doorscant, dus je, je blikt terug en je gaat op zoek naar de positieve dingen, kun je op dat moment niet aan negatieve dingen denken. Nee. Want je bent op zoek naar positieve dingen en dat was voor mij genoeg dat ik dacht van oké okay, ik voel dat misschien helemaal niet en ik heb ook wel eens drie dingen opgenoemd zo heel snel dat ik dacht nou ja pff, weet je wel uh, ja, ja, ja. Uh, het zal wel maar als je dat gaandeweg doet juist in die uh, diepere donkere dagen dat je denkt van ja ik heb toch ook vandaag drie dingen meegemaakt waar mijn mondhoeken van omhoog gingen ja. waar ik een mooie verbinding had ja. uh, waar een vriend me opbelde hey, hoe gaat het met je ja, en je kunt wel beter zo in slaap vallen dan uh, boehoe, ik ben zo zielig. En uh, morgen gaat het weer door. Ja. Zeg maar. Daar en ben jij ik... bedenkt ze of je schrijft ze ook echt op? Of, uh... Nee, ik bedenk ze. Want ja. ik, ik lig dan echt al in bed. Dan, ja. ga ik niet meer, uh, nee. dan ga ik niet meer lopen pennen. Een term die ik, ik weet niet of je hem zelf bedacht had. Of, uh... Levenshonger. Ja, ik wist dat die. Ja, ja. Levenshonger. Ah uh, man. Ja, nou, dat is dan heel grappig. Uh... Het is dus toch, uh, toch al een andere podcast. Dan, uh, ik vind dat je hele leuke dingen aanhaalt. Zoals ook dat je komt op die truffelceremonie, Dat heeft nog niemand uh, eruit hey. haalt. Um, dat is dus een woord wat kwam na die truffelceremonie. Ah. ja, Die heb ik toen opgeschreven. Ik dacht, fucking hell, dat is een, dat is een vet woord. Is dat? Ja, ja. want dat voelde je gewoon heel erg dat je dat man. Ja. man. ja, ik ging ook weet je, in die uh, truffelseremonie ook wel weten... ik heb een prachtig leven verder. Weet je? Dus het was niet ja. van, oh, mijn leven is zo kut, ik heb iets nodig. Uh, maar wel van hé, hey, ik, ik, ik mis nog, ik loop gewoon, ik blijf ergens tegen aanlopen. En na, daarna had ik echt zo, en dat heb ik nog steeds wel heel vaak, echt zo'n levenshonger. Zo van dat cliché-ding van ja, je leeft maar één keer, maar dat ik hem zo mag leven. Mm -hmm. Weet je wel, met zoveel tijd met mijn dochtertjes en, en zoveel, zoveel mooie dingen en zoveel successen. En dat, dat het ja, ik doe het wel allemaal. Ik neem het risico ook, maar dat het ook allemaal mag lukken. Ja, vet gewoon. Ja. weet je wel. Gewoon, en, en als het dan minder gaat, ja, levenshonger. Weet je wel, bij iedereen gaat het minder. Maar ja, wil je dan op de bank blijven zitten? Of, of ga je over vijf jaar het verhaal vertellen hoe je hier overheen kwam, omdat je heel veel levenshonger had? Weet je wel, dat, dat speelt wel heel erg in mij. Dat hangt dan een beetje aan die hip-hop-cultuur en die basketbal scene van. Kom op. Man. Weet ja. je wel? Een beetje, nou, ja, ja. beetje ballen en, uh, en, en let's go. Ja. Ja. Nee, maar die spirit, en dat vind ik ook het mooie eraan, dat is ja, wat we als mens zijn we gemaakt om te groeien en te ontwikkelen. Hè? Dus we hebben die levenshonger. Ja. En dat is een beetje nou ja, de moraal ook van jouw verhaal. Daar hoort stress dus bij. Ja. Vanuit dat gevoel van, oeh, spannend, ik wil dit graag, ik wil wat doen. Ja. Dus zoek dat vooral op. Ja. Ja, weet je, zonder, zonder die stress. Is het echt niet betekenisvol? Nee. Je hebt, je hebt ja, ook geen, je hebt geen pieken zonder dalen. Dat, dat bestaat niet. Nee. Dus stel we zouden nu de stress kunnen wegnemen, zou iedereen op zijn eerste gevoel zeggen, wow, dan wordt het fijn. En ja, binnen een week wil iedereen terug. Nee, precies. Echt, zeker weten. Hé, nee, maar dit is grappig. Dus ik zit nu in een aantal weken, dacht ik, oké, okay, ik wil weer een beetje sharp ook met sporten bezig zijn. Dus ik doe dat nu via een app en dan. Moet ik ook aangeven wat ik gegeten heb en ik moet dingen meten en zo. En ik moet dus een aantal antwoorden geven op vragen als hoe mijn motivatie is. En er zit dus ook, ik bedenk dit nu pas, er zit dus ook een vraag bij... moet je jezelf een stresscijfer geven van 0 tot 9? Ja. En ik heb ik ben helemaal niet uh, wijs, rekels, hierin. Maar ik, ik, ik vul daar gewoon altijd een streepje in. Omdat ik denk, ja... Ik ervaar dat niet echt zo. Ik realiseerde me wel, daarom moest ik er denken dat ik wel eens nog heb gedacht: van ja, is dat eigenlijk wel goed? Ik, ik dacht, nou ja, ik heb heus wel stress. Alleen ik, heb, ik, ik, ik ga hier geen cijfer aan geven, want het is niet dat het me belemmert in ieder geval. Maar het is wel goed om te realiseren dat je het, uh, ja, ik bedoel, als het een streepje zou zijn, zou ik inderdaad helemaal gek worden. Ja, uh, want dat, dat wil je. Je wil, je wil gewoon een beetje stress, alleen ik ervaar totaal niet dat ik stress heb mee. Nou, nee, dat doe je goed. Nou ja, ook niet altijd, hoor. Nee, het is, dat zal je ook gemerkt hebben. Het vaderschap is daarin wel een soort heel overzichtelijk iets, want dan weet je gewoon zeker dat je stress hebt. Zo. Ja. Nee, maar dat, <laughs> ik, ja, dat ja. is niet wat zeker is. Ja, op een goede manier denk ik. Ja. Um, ben je bang voor de dood? Nee. Want het, is het omgekeerde van levenshonger. Is natuurlijk ook wel misschien dat je. Nee. 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 Kijk, ik uh, als ik nadenk over, ik zou het nu niet meer zijn, dan uh, weet je, dan ga ik van een aantal dingen heus wel balen. Maar hey, als dit het is, is binnen half een ride. Maar ik, okay. heb, uh, ik heb, ik heb mijn podium gepakt. Ik heb altijd gedaan wat ik voelde, wat het juiste was. Um, ik kan ook niet, als ik terugkijk, heel erg spijt hebben van dingen. Dat is ook niet mijn eigenschap. Ik leer er wel van, maar Precies. ik, ik handel altijd met de beste intentie. En ja. dat heb ik ook met dood. Ja. Ik heb, de, ik heb dus voor mij geen thema. Ook met verjaardagen, jaren ouder worden. Nee. Ik denk alleen maar, wow, ik ben nog fitter dan vorig jaar. Ik ga, ik ga de curve naar de andere kant doorbreken, right, zeg maar. It. Dat als ik dan bijvoorbeeld de uh, Arie op de mens helft zie, denk ik, oh, dan ben ik ook om mijn vijftig. Oké, dat is wel uh, een goede spirit, ja. 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 En, en uh, even dan toch nog met de spirituele pet op, want we weten het niet, maar toch. Wat denk je dat er gebeurt? Wauw. Of wat zou ik willen wat er gebeurt? Ja, mag is dat ook... ook uh, ja, weet je, ik zou het ik, ik, ik zou niet weten wat er gebeurt. Uh, je houdt in ieder geval fysiek, hou je wel, hou je, je op te bestaan. Ja, ik zou het wel echt heel tof vinden als dat verhaal van die energie, je geest of je spirit, dat 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 dat, dat weer overgaat in een ander uh, jasje. Dat zou ik wel echt vet vinden. Ja, okay. ja, dat, dus ja, daar hoop je wel. op? Ja, daar hoop ik wel op. Oké, okay. ja, ja, alleen al omdat ik ook. Ook, ook hou van fantasyfilms en van dingen als Harry Potter en ja, ja. dat stukje magie, zeg maar. Ja, ja, dat, ja, ja. En, dat, en dat stukje, dat stukje kinderlijke, kinderlijke fantasie, zo zeg maar dat. Dat oh, ja, dat zou, dat zou ik heel tof vinden ja. als dat zo is. Ja. Maar ja, je zegt het al, ik uh, bedoel, de, de, de vleeszak Timo Hans uh, has left the building dan. Ja. <laughs> ja. Hoe uh, wil je herinnerd worden? Hoe wil ik herinnerd worden? Ja. Timo Hans. Als, uh, als, de, als, als, als de man die inspireert om het beter te doen. En wat ik daarmee bedoel. Uh, een paar weken geleden. belde ik met een cursist in de ochtend. Die had een vraag of het geven van een lezing. Nou, vind ik leuk en dus zeg Als ik in de auto zit en ik heb tijd, mag je bellen. En die sloot af met: Joh. Uh, twee jaar geleden heb ik bij jou die opleiding gedaan. En niet alleen om het kennisinhoudelijke, maar ik ben nu met mijn bedrijf waar ik wil zijn, ik heb werkplezier, ik heb veel meer tijd voor mijn kids, ik ben zelf ontwikkeld. Zij, ik wil, mensen die dat echt zo bij mij op het hart drukken, dat dat belangrijk is, dat, dat komt elke keer zo binnen dat ik denk, jezus, dat ik dat mag doen. Ja. En ik merk ook dat ik um, als, in, in mijn kracht, in mijn rol, ik ben die... Inspirator, activator die op het podium durft te staan. en zegt van: Weet je, zo zie ik het. Dit is, dit is hoe ik in het leven sta. En weet je, ik krijg gewoon al van heel veel mensen terug van: Hey, als ik het even niet meer weet, weet je, door jou bijvoorbeeld te volgen op Instagram, dan dat dat helpt. Hè? En de inzichten die je deelt, doet het helpt. En uh, uh, ik ben het of niet altijd met je eens, of ik vind dat je gekke dingen doet, maar hè, het, het triggert me wel. Ik weet je. Die persoon ben ik. Weet je, ik laat ook ik laat veel van mezelf zien. Ik, ik ben daarin vrij, vrij, vrij open boek. En ik, ik voel gewoon dat. Zo wil ik herinnerd worden. Ja. Zeg maar als het gaat om uh, wat heeft Timo in zijn, in zijn leven gedaan. Ja. Nee, maar dat vind ik mooi, want daar zit ook uh. nog wel een beetje. Uh, nou ja, het nog even afrekenen met de uh, stotterende, gepeste Timo van vroeger. Ja, ja. Ja, ja, maar dat vind ik wel, dus, dus je voelt wel een soort van, ach, wat zou die nu uh, trots op mij zijn? Nou ja, weet je, uh, een goede vriend van mij zegt van, joh, weet je, als, als kleine Timo dan toch omhoog komt, weet je wel, neem dat, neem dat kleine stotterende ventje met die flapperen en die buitenboordbeugel, neem hem even op schoot. Ja. En zeg maar van, joh, ik snap dat jij heel spannend vindt wat hier gebeurt, weet je wel, die spotlights en zo, snap ik. Ik zeg maar, kijk maar gewoon vanaf een veilig afstandje mee en dat, dat is zo briljant, want, want ik heb dat wel meegemaakt, maar ik ben die persoon niet nu. Nee. Weet je, dat is ook dat stukje transactionele analyse. Ja. Met die volwassenen, wat ik voel, dit ben ik. Ja. Ja, die, uh, die vriend zegt ook, dat is de man met de baard en de biceps, <laughs> zo van, die, die krachtige fan met zijn verhaal en die, die nooit stopt en die altijd wel weer een manier vindt om mensen te inspireren. Ja, dat ben ik. En ja, die kleine Timo, weet je, die, als die dat spannend vindt, is prima. Maar die mag dan gewoon lekker meekijken. Ja. Weet je? Ik laat ja. me niet, niet beïnvloeden. Maar die mag er wel ook zijn. Dat is ja, ook. Nee, die mag er zeker zijn. Ja, ja. Weet je, net als dat ik... Ik heb van mijn ouders hele mooie dingen geleerd. En ook dingen van, ik denk, ja die, die hebben me niet gediend. Of daar werk ik nu aan. Maar ze hebben dat allebei vanuit een pure intentie gedaan. De, boah, man, dat is voor mij echt een, een inspiratiebron voor mijn eigen ervaringsschap. Ja, ja, ja. Weet je, en als je het op die manier kan omarmen. Ook weer uit liefde en positiviteit natuurlijk. Dan kom je ook veel verder. Je kunt, het heeft geen zin om te blijven hangen in. Dit heb ik als kind nou helemaal meegemaakt of mijn nee. ouders hebben dit meegekregen en daarom ben ik nog niet verder. Ik denk, ja, maar je bent nu volwassen. Dus je mag nu, ja, <laughs> je, ja. mag nu zelf je stappen zetten. Weet ja. je wel? Zet links maar voor rechts en dan nog een keer uh, rechts weer voor links. En, en herhaal. Weet je wel, dat is natuurlijk in essentie wel, uh, wel gewoon wat het is. Dankjewel Timo voor, uh, nou ja, voor dit uh, en, en voor het planten van dat zaadje bij ons allemaal, dat stress misschien helemaal niet zo slecht is, dat we daar vanaf af moeten. Want dat zullen we nu toch in de komende dagen, komt er bij iedereen iets op zijn of haar pad, ja. dat je denkt, oh ja, daar gaat het nu even spelen. En daar zal je nu, nou ja, in ieder geval, of je er helemaal anders over denkt, weet ik niet, maar je zal in ieder geval denken, oh ja, ik heb er wel een gast over gehoord, die dacht daar al anders over. Dus dat is al een begin. En ik, euh, nou ja, dat geeft, dat geeft gewoon ook heel veel moed. Het is echt een soort, ja, hele fijne... Hè? Want in dat opzicht zie je in het leven zeer positief tegemoet. Gaan we wel de goede kant op? Ja, ook al gaan we niet de goede kant op. Ik weet wel hoe ik ermee omga. Ja. Dat geeft, uh, dat geeft meer zekerheid dan hopen dat het, dat het linksaf is, te, omdat je bang bent voor rechts. Precies, dat, je, dat, dat niet... Ja. Stress is een kunst. Team Hans, ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat het weten in de reacties. Uh, op Spotify kan je reageren, bij YouTube natuurlijk eronder. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.